Goedemiddag, goedemiddag. Ja, het muziekje ging nog even door. Wat fijn dat jullie er zijn. Welkom bij de Cyber Meetup, Open Dialoog. Georganiseerd door de gemeente Amsterdam, maar in samenwerking met de veiligheidsregio Amsterdam-Amsteland en natuurlijk de betrokken gemeentes die erbij zijn. Mijn naam is Servals en vandaag spreken we over fake news, desinformatie of alternatieve feiten. En we zijn er soort van allemaal wel immuun voor, denken we. We weten wel wat het is. We hebben allemaal beelden van wat er in de VS gebeurt of wat er bij ons misschien op Museumplein gebeurt. Maar is dat wel echt zo? En hoe kunnen we daarmee omgaan? Nee. Deze Cyber Meetups, dat is een initiatief van het innovatieteam. En dat wordt geïnspireerd door het thuisonderwijs. En natuurlijk ook de Weet Wat Je Deelt campagne van de Chief Information Officer van de gemeente Amsterdam. Elke maand spreken we hier dan met andere experts of mensen van de gemeente of andere sprekers over zaken die ons nu aangaan. Vandaag dus over desinformatie. Doe daar aan mee, dat kan. Via Vimeo aan de zijkant heb je het scherm, daar kan je vragen stellen. Bij ons in de regiekamer zit iemand die dat dan controleert. Of controleert, precies het verkeerde woord in deze context. Desinformatie eruit haalt. Exact, desinformatie eruit haalt. Nee, die de vragen doorstuurt naar mij op mijn iPad en dan ga ik ze zoveel mogelijk stellen. Het lijkt me het leukste als we gewoon in deze anderhalf uur met elkaar met z'n allen in gesprek gaan en dat we er een mooie middag van maken. En hopelijk dat we wat wijzer zijn over wat dit ingewikkelde onderwerp nou precies bevat. Daarover gaan wij spreken, want hier in de studio hebben we Ruurt Oosterwoud. Fijn dat je er bent, Ruurt. Jij bent founder van Drog. Daar gaan we zo meteen alles over vertellen wat dat is, wat je doet. En ik ben heel benieuwd wat je ons gaat vertellen, maar dat gaan we zo zien. Ook in de studio is Ger Baron. En jij bent Chief Technology Officer van de gemeente Amsterdam. Een van de, eigenlijk soort van de aanleiding voor in ieder geval dat we hier met z'n allen hierover praten. Een belangrijke drijfveer erachter. Ook daar gaan we zo over praten, wat het verschil is tussen de verschillende, de vraag die ik eigenlijk net stelde, tussen fake news, desinformatie, alternatieve feiten, wat is dat nou allemaal? Ik heb eerder gesproken met Sander van der Koot en hij is de schrikster van de politie Amsterdam-Zuid en operationeel leider corona- en crisisorganisatie van de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterland. Dat zien we zo meteen ook. Via Zoom hebben we als goed contact met John Rosenbeek en hij is verbonden aan de Universiteit van Cambridge. Verder hier zo meteen aan tafel komt Karen den Hartog, MT-lid van het GGD Amsterdam-Amsterland en Robert van der Noorden en hij is journalist, onder andere voor de Volkskrant. Zometeen komt dat allemaal en hopelijk nogmaals ook met jullie. Stel je vragen, kom er gewoon in en we proberen met z'n allen gewoon zoveel mogelijk tot de bodem te komen waar het hier over gaat. Wat is nou desinformatie? En Ger, laten we meteen met de hoofdvraag beginnen. Wat is nou het verschil tussen desinformatie, fake news en alternatieve feiten? Ja, dat is eigenlijk natuurlijk een hele goede vraag. Hè? En kijk, ik wil ook zeggen dat voor ons is het onderwerp als gemeente eigenlijk best wel nieuw. Hè? En is ook vooral de vraag, wat moeten we ermee, hoe gaan we ermee om? En hè, we zijn natuurlijk dol op mensen die kritisch op ons zijn, want daar kunnen we alleen maar beter van worden. En dat meen ik ook echt. Misschien niet altijd, maar meestal meen ik het echt. Zolang het een beetje fatsoenlijk gaat. En de fake news, heb ik altijd gezegd, ja, vind ik eigenlijk niet zo heel erg. Want fake news kun je op een bepaalde manier nog wel weer leggen of zo, zeg maar. Iemand roept iets, dat klopt niet. En die maakt een dingetje van, dus een soort marketing, weet je. Dat kun je nou nog weer leggen. En we gaan nu naar een beweging, wat informatie is wat breder. Maar er zit fake data achter, er zitten allerlei aannames achter die als waar worden gepresenteerd. En op basis waarvan dan weer fake news wordt gemaakt. Ja. En daarbij gaan we eigenlijk een weg in dat je denkt van, nou, nu ontstaat een soort parallele werkelijkheid eigenlijk. Waar het internet voorheen iets was, toen het internet ontstond, dachten we, nou, dit is fantastisch, want dit controleert de kranten, hè, want kranten zijn natuurlijk ook biased, journalisten zijn, maar iedereen is biased, hebben overal waar mensen betrokken zijn, zit een bias. En nu gaan we de kranten een beetje ontmaskeren, dat die ook biased zijn, en dan wordt allemaal objectief. En nu zie je dat, in het begin was het denk ik ook nog zo van het internet, toen zagen we denken, hey, verrek, krant A is wel wat linksig, krant B is wat rechtsig, er zitten allerlei aannamen in. En veronderstellingen in. En nu zie je eigenlijk dat het internet dus een parallel internet maakt van waarin in mensen gewoon een hele werkelijkheid creëren eigenlijk, die niet per se empirisch te relateren is aan de echte wereld. Of waarin mensen belang hebben om nepnieuws in te stoppen. En dat, soms is dat marketing. Ja. Soms is dat bedoeld voor de grap. Soms is dat bedoeld om een kritisch geluid te laten horen misschien. Maar soms is het ook bedoeld om te ontwrichten. Ja. En juist bij dat ontwrichtende, daar moet je denk ik naar kijken.
En dan moet je misschien iets mee doen. En in ieder geval gaan verzinnen hoe kun je in ieder geval de andere kant laten zien van die informatie. Nou, voor ons is dat een soort zoektocht. Hè, want wij willen helemaal geen goed of slecht spelen. Hè. Jouw mening is goed, jouw mening is slecht. Daar willen we heel ver van blijven. Wil ik persoonlijk vrij uitgesproken over dingen. Vind ik ook niet de weg waar we heen moeten. Maar wat we wel moeten doen, als iemand echt gaat zeggen van... Bill Gates implementeert chips in je met een coronavirusprik. Dat is natuurlijk niet, of vaccinatieprik, dat is natuurlijk niet de bedoeling, zeg maar. Dus maar kan ik het dan samenvatten dat nepnieuws varieert van een 1 april grap... redelijk onschuldig, tenminste mag je hopen... tot Bill Gates heeft corona gecreëerd om mensen te injecteren met chips. Wat dus inderdaad voor ons verstorend en de samenleving eigenlijk ontwricht. Ja. En jullie proberen erop te focussen dat het ontwrichtende karakter... daar proberen op te richten. Klopt dat? Ja, omdat dat impact heeft op openbaar ruimte, dagelijks leven, gezondheid, onderwijs, weet ik veel. Ja. Dus zolang het impact heeft op publieke voorzieningen die niet meer kunnen functioneren... omdat mensen er belang bij hebben dat het niet functioneert... dan hebben we inderdaad, denk ik, dat zou het moeten zijn. Ja, en wat het handelsperspectief is dan denk ik onduidelijk voor een deel. Anders dan gewoon vertellen hoe het volgens ons zit. Maar dat is het stuk waar we naar kijken. Kijk, grap of kritiek of ironie, dat moet dan natuurlijk allemaal kunnen. Ja. Maar die samenvatting voor jou is denk ik beter dan dat ik het zei eigenlijk. Ja. Nou ja, dat zou ik niet weten. Maar dat betekent dus, iedereen heeft dus eigenlijk recht op eigen mening... maar niet per se op eigen feiten. Nou ja, kijk, veel feiten kun je natuurlijk ter discussie stellen, zeg maar. Ja. Ik bedoel, natuurlijk kunnen er systemen zijn omgegooid afgelopen. Ja, maar we zitten met z'n drie aan tafel, dat is... redelijk. Precies. Ja, daar kan je niet heel lang over discussiëren. En als iemand mij nu laat zeggen dat ik een hekel aan persoon A, B en C heb... terwijl ik dat nooit gezegd heb... Ja. En, dat wel, en iemand anders gaat daarover praten... ja, dan gaan we wel een probleem krijgen, denk ik. Ja. Hè? Maar die is lastiger. Ja. Nou, ik vind zolang het ook een interessant gesprek. Hè? Zolang het om echte personen gaat, kan ik nog zeggen... heb ik nooit gezegd, we gaan de beelden terugkrijgen. Maar als iemand het dusdanig gemonteerd dat het wel zo is... Ja, dan krijg je een heel ander verhaal natuurlijk. Of als ik helemaal niet besta, maar iemand anders ziet het. Dus dat gaat best ver. En nog steeds kan dat een grap zijn. En dan kan het als grap bedoeld zijn. En kan het ontwrichtend zijn. Nou, dat is nog oké. Okay. Maar als er een bedoeling achter zit... Ja. om het anders, om fake news in de wereld te krijgen... om iets te ontwrichten... of om te zorgen dat het systeem ontvalt... of om te zorgen dat mensen misleid worden, dan is het wel een probleem. En de vraag daarachter is ook nog weer van, is marketing anders? Hè? Zijn commercials van bedrijven, die zitten soms natuurlijk ook heel erg de bedoeling... wij zijn de beste, de schoonste, de veiligste, et cetera. Al die reclames over hoe gezond roken wel niet was in de jaren 60. Ja, zou je misschien best desinformatie konden vinden... Hè, van die wielrenners die dan op zo'n berg stonden te roken... van ik ben even mijn longen nog extra aan het trainen... want zo'n sigaret hijsen, dat worden je longen sterker van. Was ook bewuste desinformatie, zou je kunnen zeggen, denk ik. Of fake news. Dus het is niet nieuws, alleen de manier hoe het bij ons komt. En de schaal, als je ziet dat er in Facebook... die hebben tienduizenden mensen die alleen maar zitten te filteren... op mensen die bewust dingen dat platform proberen in te krijgen... die bedoeld zijn om hun eigen werkelijkheid de wereld in te slingeren. Ja, dat is net een tikje anders. Duidelijk, dankjewel. En het is gewoon superbelangrijk om daar tot de kern te komen... en dat we weten met z'n allen hoe we dat in ieder geval kunnen herkennen. Ja, en voor ons is het belangrijk. Wij zijn natuurlijk een gemeente, een lokale overheid. Ja. En is het nou iets wat wij moeten doen? Moet eigenlijk niet de EU of de Nederlandse overheid of de VN, weet ik veel. Het heeft altijd een fysieke plek waar het landt. Kijk, als iemand door een misinformatie zegt... ik geloof niet dat corona bestaat. Die gaat dat in Amsterdam roepen ergens, zeg maar, in een buurt, ergens op een plek. En het heeft altijd een lokale effect, ook in de fysieke wereld. Dus dat het ook de fysieke wereld inkomt, ja, daar moet het is dus niet te ver. Deze vraag ga ik heel vaak stellen vandaag. Dus even een soort van vooraankondiging. Je gaat me vaak horen, het is niet alleen niet Amerikaans. Maar het is dus niet alleen niet Amerikaans. Nee, het is ook in elke Amsterdamse wijk. Duidelijk. Laten we beginnen. Zoals ik al zei, praat mee. Stel je vragen mee, want jullie weten vast veel meer dan wij hier aan tafel. Ja, verhelder ons met ook jullie inzichten. En hopelijk zijn we aan het einde van deze anderhalf uur... met z'n allen een stuk wijzer. Ruurt, ook jij bent hier. Fijn. Een van de drie, en dat kunnen we zo tellen. Wat is Drog? Ja, het is altijd een moeilijke vraag. Want wij zijn eigenlijk begonnen vanuit een drive... om iets te doen tegen de gevolgen van desinformatie, eigenlijk vanuit eigen frustratie. Ja. En wat we hebben gedaan is eigenlijk in een veld waar nog niet echt iets was... gaan kijken, wat kunnen we doen om mensen eigenlijk
houvast te geven om inderdaad desinformatie te kunnen scheiden van echte informatie. En daar hebben we eigenlijk van alles voor ontwikkeld. Ja. En dat loopt uiteen van games waarbij je dus jezelf vaccineert tegen desinformatie door zelf de slechterik te spelen. Tot aan verkiezingsmonitoring waar we nu mee bezig zijn met ook Robert die hier zo meteen aan tafel komt. Ja. Tot aan dus inderdaad wat kun je nou aan beleids... medewerkers meegeven om dus inderdaad een handelingsperspectief überhaupt te kunnen gaan formuleren. Want dat is nooit zo voor de hand liggend als je denkt. En dat is leuk dat je dit zegt, want wij spraken elkaar uiteraard, we hebben elkaar van tevoren gesproken en via Zoom. En de hele tijd gooide je andere gezichten erin. En dat was echt van... Nou, ik raakte redelijk van de leg. Ik dacht van, wie is die gast die nu in beeld komt? Maar dat soort tools heb je, dat soort dingen laten zien. Dus kijk, eigenlijk wij beschouwen het informatiedomein als zeg maar iets wat heel makkelijk manipuleerbaar is. En alle trucjes die we zouden kunnen toepassen, die vinden we ook gewoon interessant om zelfs uit te proberen. En zo heb ik jou inderdaad overdonderd met het allermakkelijkste eigenlijk. Het was gewoon een gedeeld scherm waar ik gewoon een YouTube filmpje van een man die 5 minuten lang de camera inkijkt. Ja. Maar ik heb geprobeerd, maar het was me nog niet gelukt om daar nog weer een stapje verder in te gaan. Maar daar kom ik zo meteen nog wel op terug. Hey, mooi. Maar wat fascineert je? Want ik merk lol. Dat is ja, nou, ik moet wel zeggen, kijk, het is natuurlijk een gigantisch probleem. En er gaan gewoon mensen aan dood. En ik bedoel, moet je nog, ja. Dan heb je nog niet eens over India gehad waar mensen gelyncht worden vanwege nepnieuwtjes. Maar de oplossing hoeft niet per se ook heel negatief te zijn. En tegelijkertijd is het gewoon een zoektocht die we met z'n allen doen. En dat boeit mij gewoon zelf enorm. Dus ik, ja. Dus daarom moet je er zelf eigenlijk, ik bedoel, Ger moet soort van naar zijn functie. Waarschijnlijk vind je het ook fascinerend en super interessant. Maar jij is echt gewoon, je ziet dit en ik wil er meer van weten. Ja, het is een groot deel, want het is wel grappig dat jullie het net hadden over, is dit iets Amerikaans? Voor mij is dat alweer een soort van Amerikaans? Ja. Hallo, dit was iets Russisch. Ja, ik ben zelf Ruslandkundige. Ja. En in 2014 gebeurde wat wij zeg maar nu over de hele wereld zien. Voor het eerst eigenlijk echt heel, heel duidelijk in Oekraïne, waarbij Russische troepen desinformatie gebruikten om eigenlijk het land binnen te vallen zonder dat daar een antwoord kwam vanuit het Westen, want niemand begreep waar het over ging. En ik las dat en maakte dat mee en las Russische bronnen en Nederlandse bronnen en ik werd helemaal krankjoren. Die frustratie, dat is eigenlijk de kern geweest van waarom we hierin gerold zijn. Dus die oude foto's van de beginjaren van de Sovjet-Unie waar mensen uitgegumd zijn. Zover gaat dat terug. Dat is inderdaad. Maar dan kom je eigenlijk wel weer een heel ander soort domein. Waarbij je dus inderdaad op heel individueel niveau dingen wegpoetst en zo. Ja. Terwijl wat je nu zag was eigenlijk dat het zo'n overspoeling was van informatie. Mm-hmm. Dat zelfs Nederlandse kranten Russische persbureaus kopieerden. Die op dat moment waar de hoofdredacteur ontslagen was. En gewoon alleen nog maar onzin uitkwam. Maar niemand had door dat dat misschien een nieuwe dynamiek was en dat je dus gewoon eigenlijk wist niemand meer wat nou wel en wat nou niet was, in plaats van dat er een heel duidelijk verhaal werd gepusht. Jij wil ons, je hebt een paar dingen voorbereid die je ons wil laten zien. Wat is eigenlijk van de boodschap die je vandaag wil meegeven? Wat wil je het liefst dat wij tussen onze oren knopen? Dat is eigenlijk, en ik hoop dat ik daar in een kwartiertje zo meteen dat ik dat kan bereiken, want dat is best een lastige. Dat is eigenlijk de exercitie om eigenlijk dat hele ding van, is het nou een feit, fabel, fictie, mening, om dat gewoon allemaal op één hoop te gooien en je niet meer druk om te maken. Oh, dat lijkt me fijn. Dat betekent dus echt dat alle basale dingen kunnen we gewoon afsluiten, hoeven niet meer zorgen over te maken. En dan opent zich eigenlijk een wereld van plekken waar we inderdaad een handelingsperspectief kunnen zien en dingen kunnen gaan doen. Ja. En dat heeft dus eigenlijk te maken met de inhoud onbelangrijk gaan vinden. Nou, ik ben benieuwd. Ga je gang. Je hebt de eerste slide. Top, ja. Dat is natuurlijk meteen een hele gezellige. Ja, kijk, als je hier naar kijkt, dan denk je, is die man nou de boel in de hens aan het steken? Dat is hij. Maar dit is een brandweerman. Ja. En als je brandjes probeert te blussen, een klein brandje, gooi je een emmer water overheen, is er niks meer aan de hand.
En het is een analogie eigenlijk met het probleem van desinformatie. Dat is dus als je een nepnieuwtje hebt, inderdaad, wat jij ook net zei, dan zeg je eventjes dat het anders zit en dan, nou, dan denkt iemand, oh ja, dat is inderdaad zo, dan heb je het brandje geblust. Maar op het moment dat er een groep bomen in de fik staat, en je komt aan met je emmer, ja, dan heeft dat geen zin meer. En wat heb je dan nodig? Dan moet je eigenlijk de brandweer gaan bellen en die moeten dat eventjes plat gaan spuiten met water. En dan los je dat op. Maar dan heb je eigenlijk een sociologische oplossing nodig in plaats van een psychologische oplossing. En wat vervolgens kan gebeuren is dat je hele bos in de fik staat. En in Nederland hebben we daar niet zo heel veel last van. Maar als je naar Australië gaat bijvoorbeeld, dan werkt het niet meer om met water aan te komen. En wat deze man dus doet is stukken bos in de fik zetten om brandstof op te branden, zodat het vuur niet meer verder kan. En dat is natuurlijk een hele tegennatuurlijke respons op vuur. Dingen in de fik gaan steken. Maar dat is eigenlijk hoe je ook het probleem van desinformatie moet bekijken. Het is niet zozeer dat je vuur met vuur moet bestrijden, maar dat je buiten je comfortzone moet gaan zoeken naar hoe kunnen we nou iets aan het probleem doen, zonder dat we, hoe kunnen we eigenlijk grenzen gaan stellen, bekaderen. Ja. Iets wat sowieso plaats zal vinden. Want het internet krijgen we toch nooit schoon. Dus we moeten ervoor bewust zijn dat het sowieso gebeurt. Precies. Alleen, dus ja. We moeten het in kunnen dammen op zo'n manier dat het controleerbaar blijft en dat het niet meer het hele bos vernietigt. Nou, dat is hoe ik mezelf zie, zeg maar. Ja. Dat is, als je vraagt, wat doet Drocht nou dit? Mooi. Dingen in de fik zetten. Dingen gaan flinke pyromaan. En ik zal het je even, want het is wel grappig. Want, als je de volgende slide bekijkt, dan zie je namelijk, dit is het eerste nepnieuws wat ik eigenhandig de lucht in heb geslingerd. Bestaat Femke Halsema echt? Niemand kan het bevestigen. Voormalig medewerkers kunnen niet bevestigen of Femke Halsema wel echt bestaan heeft. Volgens een Nederlands-Britse denktank gaat het om een andere vrouw. Het was een publiek geheim, maar goed. En dit was onze eerste test van wat nou als wij nepnieuws maken en we zetten dat online, hoe vaak wordt het dan gedeeld? En dan zorgen we ervoor dat het niet echt kwetsbaar is. Nou goed, ik weet niet wat Femke hier ergens, of ze er echt last van heeft gehad. Maar er moest een beetje humor in zitten. Maar er zitten dus een aantal dingen in, als je dus wel naar de inhoud kijkt, die mensen doen overtuigen. En dan zit er bijvoorbeeld iets in als een Nederlands-Britse denktank. Je voegt er autoriteit in. Je pakt een plaatje erbij met gewoon een random vrouw die misschien ook krullen heeft en rookt. Ik weet niet, ja, die volgens mij rookt de burgemeester nog steeds. Maar goed, weet ik niet. Die combinatie van factoren die zorgt ervoor dat mensen gewoon, en ze weten natuurlijk wel dat ze bestaat, maar dat het toch gedeeld werd. Nou had dit niet zo heel veel effect. Maar het is toch nog gecheckt door een factchecker. Want als we kijken naar de volgende slide, dat wou ik wel even laten zien. Ja, het volgende plaatje. De volgende slide zien we namelijk Peter Burger, de bekende factchecker van Nederland uit Leiden, die inderdaad, en dan zien we hier ook de datum, 2 februari 2017 zegt, bestaat Femke Halsema wel echt? En nou kennen we Peter al een lange tijd, dus dit was natuurlijk ook vanuit hem een grapje. Het laat even zien hoe makkelijk het is om sowieso al nepnieuws te maken en de lucht in te slingen. En dan heb je het dus inderdaad gewoon puur over de inhoud. Een plaatje, een titel erbij die pakt en zet het online. Ja, dit doet me denken aan, bestaat Paul McCartney? Of is Paul McCartney niet overleden? Ik weet niet of een van ja, nou goed. Of leeft Toepak nog. Maar deze kan potentieel best wel heftig zijn. Nou, deze vonden we, nou, we hebben wel andere geprobeerd. Ook we hebben ook eentje gemaakt waarbij je inderdaad gewoon een fotoshoot zag van eigenlijk een arrestatie die in scène was gezet voor een oefening. Maar daar dan bij links-rechts polarisatie in de titel direct. Hè, van linkse relschoppers proberen, nou weet ik veel wat. Politie weigert commentaar. Is altijd een hele goeie, hè, want als er geen informatie, dan krijg je een hiaat. Die deed het veel beter. En ik zelf schrok ook altijd als hier mijn tijdlijn voorbij kwam. Maar ik wil jullie even meenemen naar wat we dus ook, hè, gewoon al even als voorbeeld van wat het bereik dan dus kan zijn van zo'n berichtje. Dus we kijken naar de volgende slide. Dan zien we hier een post. De Dutch Post is een fake news website die eigendom is van mij, van Drog. En die gebruiken we voor workshops waarbij we scholieren inderdaad nepnieuws laten schrijven. Wel binnen een aantal kaders, hè, dus geen dood en verderf en dergelijke. Geen echte mensen pijn kunnen doen. Maar daar hebben gewoon twee leerlingen van 14 een post geschreven over een hittegolf die eraan zou komen. En nou goed, het was juni, het was nog niet echt warm.
Ja, goed, en er zitten dus al, hè, er zitten ook editor-in-chief, hè, hoofdredacteur. Zo. Dus er zitten al wat dingetjes in om het geloofwaardig te maken. Reliable by tradition is natuurlijk de slogan van de Dutch Post. Maar dan, goed, wat denk je, hoeveel mensen bereik je hiermee? Ja, dus die leerlingen hebben dat gewoon online gezet. Geen idee. 800.000 mensen in één week. Ah, dus 5% van de Nederlandse bevolking heeft op dit artikel geklikt. Je wens denk ik ook natuurlijk. Lekker. Ja, precies. Nee, nou ja, en het werd gedeeld door de strandtenten en dergelijke. Die dachten, ja, komt iedereen naar het strand. En het interessante is natuurlijk, iedereen die hierop klikt, kreeg namelijk een pop-up waarop staat, dit is nep. Je bent gefopt door 2 14-jarigen. Doe er wat aan. En na een week hebben we het artikel weer offline gehaald. En eigenlijk is dat 24 uur. Maar deze deed het zo lekker dat we dachten, die laten we nog even staan. Maar dat laat dus zien met hoeveel gemak je eigenlijk al kunt manipuleren. Dus dat laat ook zien dat als je kwade zin hebt, dan is het net zo makkelijk. Ja. Maar dan is dit alleen nog maar gewoon een nepnieuws site die vrij snel gedebunked kan worden en waar eigenlijk wat heel plat is. Hè? Dus eigenlijk gewoon weer in dat inhouddomein ligt. Precies. En als we naar de volgende slide gaan, dan zien we dus inderdaad, en dat is waar ik ook eigenlijk eventjes bij wil stilstaan, is dus eigenlijk die hele lineaire benadering van het probleem. En ook wat jij inderdaad eigenlijk net zei van, het is het verschil tussen een 1 april grap en die chips van Bill Gates. Ja. Is eigenlijk nog steeds die lineaire benadering van het probleem van wanneer is iets waar en wanneer is iets niet waar. Of wanneer is iets schadelijker niet waar dan minder schadelijk niet waar. En eigenlijk de manier waarop de wereld de afgelopen 5 jaar, zeg maar, dit probleem, waar dus inderdaad vanuit Rusland, Amerika, over ons continent waaide en we dachten, we moeten hier iets mee, is het eigenlijk altijd geweest van, er is dus iemand die iets verspreidt, dat is een bericht, en dan is er iemand die dat ontvangt. En daar moeten we, in die schakel moeten we iets doen. Ja. En eigenlijk wil ik laten zien dat het internet veel complexer is dan dat. Want als we naar de volgende slide gaan, dan zie je dat het eigenlijk lang niet zo lineair kan zijn. Nee. Dit is het internet zoals wij dat zien. En dan heb je dus, zeg maar, die lineaire lijn is eigenlijk, zeg maar, dat rondje met de factchecker en de fake die eraan vastzit. Maar dan hebben we het nog niet over de bots. Hè? Dus gewoon de computers die daar in het veld ronddwarrelen en die gewoon geautomatiseerd bepaalde verhalen herhalen. We hebben het nog niet over de verschillende platforms waar desinformatie op voor kan komen. Of de platform waarnaar verhuisd wordt als er ergens op een ander platform ingegrepen wordt. We hebben het nog niet over de nieuwe technologie als het over deepfakes gaat en dergelijke. We hebben het nog niet over de zero-day exploits, zoals we dat noemen. En dat is eigenlijk het bruggetje wat ik ook wil maken naar cybersecurity in die zin. Mm-hmm. Is dus eigenlijk dat er zijn heel veel techniekjes waarmee je mensen kunt manipuleren of systemen kunt ontwikkelen die in staat zijn om een hele grote groep mensen te manipuleren, die eigenlijk heel technisch zijn. En dan kom je eigenlijk uit, hè, dan hebben we hier ook nog bijvoorbeeld de trollen zie je er nog in. Een karma farmer is bijvoorbeeld iemand die fake accounts opvoed, als het ware. Dus die creëert ze heel lang geleden. En die zorgt ervoor dat er dagelijks wat op gebeurt. Yoga-filmpjes en zo. Zodat als ze iets plaatsen, dat ze dan betrouwbaar zijn. Want precies. Ze staan er langer dan vandaag. Ja, nou ja, goed. Maar dat zijn dus wel de accounts die ingezet worden in grote aanvallen. Dus als je inderdaad, bepaalt. Ik wil dat iedereen denkt dat Ruurt Oosterwoud fantastisch is. Dan huur ik gewoon een bedrijf in en zeg ik wil dat jullie zoveel mensen bereiken die zeggen dat Ruurt. En dan zeggen dat Ruurt fantastisch is. En dan wat zo iemand doet, en dat is gewoon een software as a service. Of, hè, ik bedoel, tenminste, dit kun je eigenlijk, disinformation as a service, kun je dit gewoon overal ter wereld boeken. Zoals je ook mensen kan inhuren die dan je online game karakter zo hoog mogelijk weten te krijgen. Precies. Of dat je opeens 10.000 extra volgers op Instagram hebt. Ja, of dat je inderdaad extra likes erbij wil op een post. Ja. En dat is één verzoek. Je betaalt wat geld en dat wordt gedaan. En daar zit een hele economie ook eigenlijk achter. Een heel veld. En om daar iets tegen te kunnen doen, moet je dus eigenlijk af van die lineaire benadering, maar eigenlijk naar een heel non-lineair ding. Daar ben ik heel benieuwd wat er op de volgende slide staat. Want volgens mij staat daar een soort van antwoord op. Oh ja. Dit is vrij non-lineair, ja. dit is onze non-lineaire benadering van een casus waarbij de Internet Research Agency, dus een kantoor in Sint-Petersburg, uiteindelijk uitkomt bij mining contracts. Dus Russische bedrijven die de mijnen mogen delven in Afrika. En wat daar dus, en dit is dan bevestigd, hè, dit hebben we kunnen achterhalen.
wat daar eigenlijk voor een heel systeem achter zit. En hoe dat dus eigenlijk begint met inderdaad weer dat karma farming van bepaalde pagina's. Vervolgens moeten daar twee verschillende partijen beïnvloed worden. Die dan vervolgens, waarbij je ook weer een discussie kunt creëren, waarbij je zelf eigenlijk ook de tegenpartij speelt, waardoor je dus weer daar invloed op uit kunt oefenen. Dan moeten allemaal accounts in, die moeten gecreëerd zijn. Er is een aanvoerlijn voor en zo. En zo kom je uiteindelijk uit bij, nou ja, ofwel mining contracts of een kapitool dat bestormd wordt of een museumplein dat volstroomt. En daar zitten dus heel veel meer plekjes in waar je interventies in kunt stoppen dan alleen maar is het waar of is het niet waar. En is dan, want je beloofde ons dat je handvaten gaf om hiermee om te gaan. En vooralsnog wordt het van, ja, je hebt het te simpel gezien en we hebben dit, deze... Nou kijk, en dan wordt het leuk. En dan gaat, ik wil niemand gras voor de voeten wegmaaien, maar Robert gaat zo meteen hele interessante dingen zeggen en Jon gaat ook hele interessante dingen zeggen. En toevallig werken we met z'n allebei samen. En in dat opzicht hebben we dus bijvoorbeeld een manier gevonden om mensen minder ontvankelijk te maken door ze eigenlijk kennis te laten maken met die technieken van desinformatie. Maar ook, als het dus aankomt op dit... Robert heeft systemen gemaakt waarmee je dus specifieke technieken kunt identificeren in dat hele systeem. Waar je dus al een stop op kunt zetten, bijvoorbeeld, of kunt ontmaskeren, nog voordat er überhaupt effect is geweest aan de andere kant. En als je daar dus. En dan wordt het dus eigenlijk. Dus wat ik wil zeggen is, de oplossingen zitten in het psychologische, sociologische en technologische domein. Dus het is een technische oplossing. Wat we met Jon zo meteen gaan horen is een soort psychosociologische oplossing. En überhaupt het inzicht krijgen in casussen op deze manier geeft je ook een veel meer houvast om te bedenken wat kan ik vanuit mijn eigen expertise dan bedenken wat ik hier in dit systeem als het ware zou kunnen veranderen. Dankjewel. Het is hoop over na te denken, Ger. Wordt het duidelijker voor jou als je dit zo ziet? Nee, natuurlijk. Kijk, dat is natuurlijk ook het hele... Kijk, als het zo makkelijk was, iemand bedenkt iets en die maakt een stappenplan en het is geregeld, dan was het ook niet zo'n interessant onderwerp of probleem of hoe je het wil zien. Want het was gewoon klap geregeld, klaar. En het is natuurlijk en daarom is het ook echt anders dan, denk ik, een paar honderd jaar geleden, als iemand een krantje drukte en uit ging delen en ook niet oké. Ja. Maar dat was nog redelijk herleidbaar. En nu is het een soort dynamiek met afleiding. En daarom is er ook echt een verschil tussen, ik wil bijna zeggen, klassieke propaganda in de zin van een krantje waar het in staat. Want dan ga je gewoon een ander krantje maken, et cetera. Maar nu, het blijft, het gaat niet weg. En het vindt een weg en het komt weer een half jaar later terug. En je haalt die website na een dag of na een week in het geval weg. Maar het blijft ook. Hè? Dus als je, als je eenmaal... Iedereen kent natuurlijk die voorbeelden van mensen die ergens onterecht van beschuldigd zijn. Via zoekmachines nog steeds heel goed vindbaar zijn. Ja. En het gaat nooit meer weg. Ik kon Femke niet meer terugvinden trouwens. Dus die is na 3 jaar wel die echt... Ik weet vrij zeker dat ze bestaat. Dus ik ben nu helemaal confus op dit wel. Het bijzondere is... zo is het. En de grap is... Kijk, we hebben nu een aantal luchtige voorbeelden, zeg maar. En kijk, even grote dingen... demonstraties en zo, gaan we het zo nog over hebben als voorbeeld. Hè. Daar kun je ook nog iets bij voorstellen. Maar er zit natuurlijk ook heel veel klein leed achter. Mensen die individueel en niet de kracht hebben om terug te slaan of voldoende massa te maken om iets te vinden. Als je ziet hoe je heel makkelijk individuen via social kapot kan maken voor hun werk, bijvoorbeeld. Ja. Een net berichtje over jouw bakkerij dat er dat het brood niet deugt, dat er schimmel in zit of weet ik veel. Ik noem er geen naam van bakkerij te noemen. Doe maar niet. Maar het kan heel klein zijn. En zo'n bakker heeft niet de kracht om terug te slaan. Maar om hem heel erg plat te slaan. Ik gaf dat voorbeeld van die foto's in de vroege Sovjet-tijd waar de mensen uitgegumpt zijn. Daar kan je dus een foto naast leggen. En eigenlijk heb je dan, kijk, die foto, daar stonden ze wel op. En je kan daar zien dat het weggehaald is. Maar nu kan je dat dus niet meer zien. Letterlijk door het, hoe jij mij voor de... niet voor de gek hield, want ik wist dat jij het niet was. Maar wel, zeg maar, compleet op ander spoor zetten met dat gekke beeld erin. Dat is niet te herkennen. Ik heb geen enkele manier om te zien dat is niet live. Ja, maar dat is een hele logische eigenlijk. Ik bedoel, met tekst hadden we dat al heel lang. Ja. Ik kon een tekst schrijven en dan aan jou voorleggen en dan wist jij niet waar die tekst vandaan kwam. Precies. Maar je moet ons er bewust van worden. Met foto hebben we dat ook. Dus inderdaad, dus die Photoshop is al een stuk ouder. We zien al heel goed duidelijk fotoretouchering waar je gewoon inderdaad, daar kun je al heel gekke dingen mee. En dan eigenlijk in het videodomein zien we dat nu ook.
En hè, dus ik bedoel, het idee is nog, video is dan eindelijk nog iets waar we ons aan vast kunnen houden. Is niet zo. Nee, want... want ook daarin... Nou goed, dus het eigenlijk... Het zou voor ons misschien wel leuk zijn, maar dat kunnen we namelijk hele programma's maken. Het bepakken uit de zwijger. Waar we echt iedereen gewoon lekker coronaproof in editen. Dan heb je dus een heel gesprek met mensen die dus niet bestaan. Dat kan dus. Oh ja, ja. Nou, het wordt dus nog erg, want dat deepfakes is dus van, inderdaad nog... daar is iedereen bang voor, maar waar ik eigenlijk meer bang voor ben, zijn de meta-humans. Ja. En misschien, volgens mij is de volgende slide, zie je ze zelfs. Ja. Kijken. Oh, dit is mijn fake account trouwens. Eventjes, ik dacht het is leuk. Oh, dat moet je zo nog vertellen inderdaad, die is leuk. Maar laten we eerst de volgende slide kijken naar de meta-humans. Dit zijn de meta-humans. Dit zijn volledig computergegenereerde personen. Maar dus helemaal met een zeg maar, spierstructuur daaronder. Dus op het moment dat jij met jouw telefoon, als het ware, met diepte jouw gezicht scant, kun je ze gewoon besturen. Dus je kunt iedereen zijn die je maar wil. En dan de volgende stap is natuurlijk, moet je dan nog een mens hebben die de input levert voor zo'n metahuman? Of maak je gewoon een computer die dat genereert? En kun je dus dan eigenlijk legers aan niet bestaande mensen dingen laten doen en zeggen online in een manier dat jij denkt, ik kijk hier nu naar echt iemand die mij iets aan het vertellen is, terwijl die dat gewoon computer... Ik bedoel, GPT-3 is dan weer nog een stapje verder in de tekstontwikkeling. GPT-3? Dat is synthetische tekst, dus zeg maar computergegenereerde tekst die zo echt lijkt dat het eigenlijk... Die kunnen boeken schrijven en jij leest een heel boek waarvan je denkt, er zit een begin en een einde aan. Alle zinnen kloppen. Dit slaat ergens op, maar het hoeft nergens. Er is niemand aan te pas te komen om dat boek te schrijven. En als je dat dus al die technieken combineert, dan krijg je eigenlijk, dan denk je, oké, tekst hadden we al, foto's kregen we toen, video zijn we nu bang voor, maar eigenlijk is het de hele realiteit die we kunnen vervalsen. Laten we naar vragen. Maar ik moet deze ook even processen, wat dat allemaal betekent. Je kunt zelfs hele talkshows laten presenteren die iemand er niet bestaat schijnt. Nee, precies. Misschien moeten we dat doen. We kunnen überhaupt gewoon deze setting helemaal anders inrichten. We hebben namelijk vragen. En ik hoop dat die mensen wel echt bestaan. Want jullie thuis of op kantoor, nou waarschijnlijk niet op kantoor, gewoon thuis in de slaapkamer, hebben ook vragen gesteld. Jullie kunnen die vragen stellen. Die komen dan bij mij op de iPad binnen. En die probeer ik zoveel mogelijk in te brengen in het gesprek hier. En dat heeft Quinten gedaan. En hij zegt, hoe om te gaan met deepfakes waarvan de technologie in hoog tempo zich ontwikkelt? Dat is dus een veld waarin... Kijk, wat ik zelf interessant vind is om te kijken van hoe kunnen we ze dan inderdaad weaponize, als het ware. Hè? Bedoel, we zijn bang voor de techniek, maar we zien de techniek al heel erg terug. Hè? Dat is dan niet echt deepfakes, maar de Snapchat-filters zijn al een soort eerste stap. En daar heb je ook, ik weet niet meer, ik zag laatst mensen die kwamen in alle films in één keer voor, vrienden van mij. Dat zijn leuke dingen. En dat is dan natuurlijk bekaderd, want je ziet altijd dezelfde film. Maar er is nu ook een Tom Cruise-account inderdaad, wat dan allemaal gekke dingen van Tom Cruise laat zien. Die is misschien ook al een beetje gek, maar goed, nog gekker. Daar zou je technologische oplossingen voor kunnen gaan bedenken, waarmee je een soort watermerkjes krijgt, bijvoorbeeld voor deepfakes en dergelijke. Maar ik ben bang dat dat een kat-en-muisspel wordt, net zoals met dus inderdaad de weggegumde mensen. Dat er komt een moment dat we gewoon niet meer ervan uit kunnen gaan dat als we iemands hoofd zien en hij heeft er niet inderdaad, hij staat er niet zelf live naast en zegt ik heb dit inderdaad echt gezegd, dat we dat niet kunnen weten. Maar ja, is wat je eigenlijk zegt dan dat we een soort beweging krijgen, dat je natuurlijk nu al wat je erover vindt, de paspoorten krijgt of je gevaccineerd bent, maar dat je eigenlijk nog een soort paspoort krijgt of je digitale ik wel echt is, zeg maar. Nou ja, niet al alles, maar dat je eigenlijk zeg maar alleen dan voor alles wat je. Maar dat is natuurlijk een gigantisch ingewikkeld ding, omdat je ook want in Nederland zouden we dat misschien niet eens zo erg vinden, maar als je dan inderdaad, stel je woont in China, dan wil je niet dat jouw digitale ik volledig te tracken is. Ik heb nog een vraag. En voordat we naar John gaan, nog twee vragen. Allereerst van Louise, is het niet ook een idee om desinformatie strafbaar te maken? En misschien is het ook een leuk haakje om naar jouw fake profiel te gaan. Oh ja. Want bij ernstig fake nieuws, het blijft anders water naar de zee dragen. Ja, nou, ik, is dit strafbaar? Dit is volgens mij niet strafbaar. Ik denk wel dat Facebook het niet leuk vindt, dus maar Fred Zuurkou is onderofficier. Dr. Fred Zuurkou is een volledig anagram van Ruurt Fokke Oosterwoud. Ja. Dat hoofd is gegenereerd door This Person Does Not Exist.com. En hij is natuurlijk dokter bij een centraal militair hospitaal. Want je moet iets met je titel. Kijk, zolang ik hier niks mee doe en het staat alleen online...
vraag ik me af hoe. Ja, ik bijvoorbeeld, mijn Instagram-account is ook fake. Dus ik zit er wel zelf achter. Ja. Maar ik huur mensen in om daar een fake leven van mij op te posten. Is dat dan strafbaar of niet? En dan kom je dus ook inderdaad weer. Is de 1 april grap strafbaar? En ik vind het een hele interessante discussie inderdaad om te gaan kijken van wat kunnen we dan strafbaar maken. Maar ik denk dat we dan dus echt. Dan moeten we die inhoud helemaal loskoppelen. En moeten we gaan kijken weer naar die technieken. Dus is het strafbaar om 500 accounts aan te sturen vanuit jezelf? Of de software die daarvoor nodig is, kunnen we die strafbaar maken? Of kunnen we de wetten die we al hebben voor hate speech en beledigen van een ambtenaar in functie, kunnen we die misschien online ook echt toe gaan passen? In plaats van een soort van, op Twitter mag je toch alles doen. Rechtsstatelijk is natuurlijk dingen als intentie en zo speelt een rol natuurlijk ook gewoon. Hè? Doe je bewust of maak je een grap die verkeerd loopt? Maar dat is natuurlijk een enorm grijs gebied zit daartussen uiteindelijk, denk ik. Hè? Mensen beroepen zich vaak op een grap, terwijl je eigenlijk wel de intentie hebt om het ontwikkelend of vervelend iemand te zijn. Maar als er 500 van dit soort nep-accounts obviously negatieve bijbedoelingen hebben, maar één niet, waar zit dan die grens? Ja. Nou, misschien weet je dat je het nog een niveautje hoger moet doen. Dus dat je bijvoorbeeld. Want ik denk dat je het sowieso op een schaal moet bekijken. Als wij al 10% van de onzin eruit kunnen halen, alleen maar door te zeggen, als we fake accounts ontdekken die in groepen gecoördineerd actie ondernemen, dan verwijderen we dat. Dan heb je al 10% minder, zeg maar. Dus dan hebben we niet het hele probleem opgelost, maar dan zijn we al een stap. En ik denk dat je met op juridisch vlak misschien dan ook zou kunnen kijken naar welke bedrijven leveren deze diensten. En kunnen we iets tegen die bedrijven doen als we zeggen, oké, je bent nu actief bezig met beïnvloeding door je voor te doen als andere mensen. Maar de vraag is, wie verwijdert dingen, zeg maar. Kijk, en dat is natuurlijk best een relevante vraag. Misschien moeten we daar niet al te lang op ingaan, maar voor ons is dat natuurlijk wel een vraag. Kijk, eigenlijk wil je dat iedereen, vrijheidsmeningsuiting is heel belangrijk, dus eigenlijk wil je dat vooropstellen. En eigenlijk wil je dat een rechter pas ingrijpt als het fout gaat of zoiets. Ja. Dat niet iemand willekeurig kan besluiten dat jouw mening niet oké is of zo, zeg maar. Dus eigenlijk wil je daar juridisch, zoals we dat normaal gesproken ook doen. Alleen de schaal hiervan is zo groot dat in de gebruikersvoorwaarden van zo'n platform allerlei dingen is opgenomen. Nou, dit is heel complex. Ja, laten we dit heel even laten rusten, want zo meteen komen we daar nog wat verder op. Ik wil nog één vraag en daarna gaan we naar Jon. Beloof ik echt, Jon. Vraag van RC is ook vervolgens, wanneer komt de tijd dat nepprofielen automatisch gegenereerd worden en de profielen dan automatisch met elkaar contact leggen en dat die AI dan niet doorheeft dat het andere ook een AI is? Dat bestaat al. Ja, dat maken wij ook zelf. Ja, we hebben omgevingen waarin we dat naproberen te bouwen, zodat we daar in een sandbox-omgeving testen mee kunnen. Je hebt van die heerlijke filmpjes op YouTube waar Siri en Google hoe heet dat ding? De Google Assistant met elkaar gaan praten, dat ze elkaar opdracht geven. Dat bestaat zo lang. Ja, nou ja, goed. Dat wordt steeds beter. Ja. Maar goed, als we het zelf eerst doorhebben, dan kunnen we ontdekken wat voor foutjes erin kunnen zitten. En dan kunnen we daarop gaan monitoren. Jullie blijven nog even zitten aan tafel, maar via Zoom hebben we Jon. Jon, Rozenbeek, ben je daar? Kan je ons horen, kan je ons zien? Jazeker. Ah, super. Ik kan jou nou ook zien. Fijn dat je er bent. Ja, ik kan mezelf ook horen, dus dat is. Dat is ook heel fijn. Dubbel zoveel pret. Hoe luister jij naar dit gesprek? Met veel interesse. Gesneden koek? Of is het. Nee, kijk, ik ken Ruud al een tijdje. Full disclosure, wij hebben samen Russisch gestudeerd. Ja. We go way back, zeg maar. Dat vind ik inderdaad heel interessant allemaal. Inderdaad. Maar wat ik ook bedacht net is. Kijk, mijn werk en onderzoek richt zich een beetje op het ontwikkelen van psychologische vaccins tegen misleiding. En ik zal zo uit de doeken noemen wat dat precies betekent. Maar een goed voorbeeld daarvan zou ik vinden, als je inderdaad ook echt een talkshow laat hosten door een kunstmatige intelligentie. Dat vind ik eigenlijk een heel goed idee. Ja. Al is het alleen maar omdat dat bewustwording vergroot van de technologische mogelijkheden. En dat op zichzelf brengt het al een soort bewustwording voort, zou ik denken. Van, oh wacht eens even, misschien als ik een filmpje op YouTube kijk, dan is dat ook iemand anders die niet echt bestaat. Bijvoorbeeld, want als de tv kan, als de NOS het kan, weet ik veel, of de VPRO. Ja. Dan kan iemand anders op YouTube dat misschien ook wel. Dus op zich is dat helemaal geen slecht idee. Dat zou sneu vinden voor je baan, dat we dit al, maar verder. Ja. Ik vind het fijn dat het niet gebeurt, maar als de hele wereld er overgenomen wordt door robots, dan ontkom ik ook niet. Wat doe jij in Cambridge? Wat is jouw rol daar? Ik ben postdoctoraal onderzoeker, dus ik heb vorig jaar mijn PhD gehaald en nu werk ik als onderzoeker hier aan met name nepnieuws en allerlei soorten en maten.
Ja. Desinformatie, misinformatie, hoe je het maar wilt noemen. Ik hou zelf niet zo heel veel van al die definities elke keer, dus ik hou het maar bij nepnieuws. En waar ik mij dus met name op richt, maar ook niet helemaal, is, zoals ik al zei, psychologische vaccins. Dus ja. Hoe kun je mensen nou weerbaarder maken tegen nepnieuws en blootstelling daaraan? Want wat is een... Ik snap ongeveer, wat, nou, niet echt, maar ik ken het woord vaccin, dus ik snap wat daarmee bedoeld wordt. Maar wat is een psychologisch vaccin? Nou, die metafoor die werkt op zich best wel goed. Een traditioneel vaccin, dat werkt nou iets anders met RNA en zo, maar een poliovaccin bijvoorbeeld is een verzwakte vorm van het poliovirus. Ja. En als je dat introduceert in het lichaam, dan gaat je lichaam antilichaampjes aanmaken. En een psychologisch vaccin werkt eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Dus als je iemand blootstelt aan een verzwakte vorm van misleiding, bijvoorbeeld van nepnieuws, dan is het idee dat je daar psychologische antilichaampjes door aanmaakt. Wat dan vervolgens je weerstand tegen toekomstige misleidingspogingen vergroot. Dus wat Ruurt net liet zien van die studenten of de jongeren die zo'n artikel hadden geschreven van het wordt 39 graden, dat is zo'n vaccin? Ja, in principe wel. Dat is één vorm daarvan. Want wat zij dus hebben gedaan, die studenten, is zij hebben heel erg nagedacht over hoe misleiding eigenlijk werkt. Hoe zorg ik ervoor dat ik iemand die dit leest, dat hierop gaat klikken, dat hij dit leuk vindt. Wat voor technieken heb ik nodig om mijn artikel populair te maken, wetende dat ik niet de waarheid mag vertellen? En het idee is dus dat als je dat actief doet en daarmee bezig bent, dan betekent dat dat jij in de toekomst, als je dan zo'nzelfde soort artikel ziet, waarin diezelfde technieken worden gebruikt, dat je dan zelf denkt, al sneller denkt, oh wacht even, dat heb ik eerder gezien, ik weet hoe dat werkt, ik moet er niet op klikken, of ik moet dit niet geloven, of ik moet andere mensen vertellen dat het waarschijnlijk nep is. Ja. En dat idee van psychologische weerstand in feite. En ben je daar optimistisch over? Ik bedoel, is dit dan echt iets wat we grootschalig kunnen gaan uitrollen, zodat je ook de vaccinatiecampagne met corona kan uitrollen? Of is dit... Ja. Nou ja, kijk, het blijft een metafoor, hè? Dus, ja, zeker. Wat je ermee bereikt is, je kan heel goed meten dat iemand die bijvoorbeeld een spelletje speelt, dat wij hebben gemaakt over nepnieuws, slecht nieuws heet dat. Iemand die interesse heeft, slechtnieuws.nl. Ja. Als je dat speelt, dan kunnen we dus meten dat je beter bent in het spotten van nepnieuws en het onderscheiden van nepnieuws en echtnieuws na het spelen dan een controlegroep die het spelletje. Nou, de effecten die we vinden, die zijn behoorlijk goed en die zijn behoorlijk robuust en we hebben behoorlijk vertrouwen dat die bevindingen betrouwbaar zijn. Maar het zijn wel psychologische effecten, dus het is niet hetzelfde als immuniteit. Bijvoorbeeld als jij een poliovaccin krijgt, dan krijg je geen polio meer later. Maar zo werkt het natuurlijk niet met psychologie, want het brein werkt heel anders dan het immuunsysteem. Duidelijk. Dus in dat opzicht, kijk, de wetenschappelijke inzichten die we eruit opdoen als het gaat om het verminderen van vatbaarheid voor nepnieuws, die zijn robuust. Maar het is natuurlijk een hele vraag hoe dat dan effect heeft op het systeem als geheel. Kun je zoiets bereiken als psychologische kudde-immuniteit? Ik denk op zichzelf, als je alleen maar dit soort psychologische vaccins gebruikt, zoals spelletjes, maar het kan ook video's zijn en dat soort dingen, dan waarschijnlijk niet. Je hebt nog wel meer nodig. Dus je hebt een soort defensiesysteem, verdedigingssysteem van meerdere lagen nodig. Dus je speelt eigenlijk 4-4-2 tegen nepnieuws in principe. In plaats van 1-5-3 bijvoorbeeld. En wat moet dan bijvoorbeeld... Nou, we zitten nu met Ger aan tafel namens de gemeente Amsterdam. Wat moet Ger gaan regelen voor de gemeente? Wat moet de gemeente gaan doen? Hoe kan je hiermee omgaan? Of is het echt iets wat op een ander niveau moet gebeuren? Dus als ik jou hoor, is namelijk, het is niet voldoende om mensen zo'n game te laten spelen. Het is niet voldoende om mensen zo'n artikel te laten lezen. Maar je moet doorgaan met dat steeds laten zien. Hoe doe je dat dan? Waar moeten we dan op gaan richten? Nou, ik denk dat het psychologische aspect en het sociologische aspect, zoals Ruud het ook uitlegde, dat heel belangrijk is natuurlijk. Zo van, wij kunnen de effecten hiervan niet alleen op de perceptie van nepnieuws, maar ook op het gedrag en het bedoelde gedrag op sociale media bijvoorbeeld kunnen wij meten. Dus we zijn nu bezig met een heel groot onderzoek op te zetten, waarin we echt meten, op wat voor manier heeft zo'n psychologisch vaccin nou invloed op gedrag op Twitter als het gaat om het delen van nepnieuws? Ja. Kans zit er dik in dat dat een bepaald effect heeft en dat je daar dus bepaalde voordelen uithaalt. Het grote voordeel van zulke benaderingen is, het kost niet zoveel, het is vergelijkbaar met heel goedkoop. Het bereikt een hele hoop mensen. En je ontwijkt eigenlijk vrij makkelijk heel veel gedoe als het gaat om vrije vermeningsuiting en dat soort dingen. Omdat niemand gedwongen wordt om een spelletje te spelen of een filmpje te kijken.
Ja. Het zijn meer dingen die, als je het een beetje goed aanpakt, dan vinden mensen dat vaak ook leuk. En dat is ook een deel van de reden waarom wij vanuit perspectief van de slechterik dat soort spelletjes ontwerpen. Want er is gewoon veel leuker. Ik weet niet of jullie wel eens GTA hebben gespeeld vroeger, waarbij je de gangster mag spelen en zo. Hartstikke leuk allemaal. Dus dat zijn de voordelen. De nadelen zijn natuurlijk, je pakt het probleem niet in de kern aan. De oorsprong van het nepnieuws heeft, nou ja, dat heeft er geen effect op. En mensen die heel erg gemotiveerd zijn om nepnieuws te gaan verspreiden online, die hebben niet zoveel baat bij zo'n vaccin, maar die gaan natuurlijk denken van ja, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar het is niet voor mij bedoeld. Nee. Dus is eigenlijk wat je, is het weerbaar maken, wat jij noemt, is weerbaar maken voor mensen die nieuws gaan lezen of die op het internet zijn. Ja. Is het de digital literacy of hoe je dat wil noemen. Maar dus je zegt eigenlijk, in de kern van de aanpak gaat het toch om dat we mensen leren omgaan met informatie en met heel veel informatie. En waar dus ook onware, onjuiste informatie omgaat. Dus kritisch lezen, kritisch kijken. Ja. Als nieuwe normaal, niet alles klakloos aannemen. Eigenlijk zoals we vroeger ook met kranten deden. Het stond in de krant, dus is waar. Dat doen we nu vaak natuurlijk ook best vaak niet. Ja, natuurlijk. Alleen, kijk, onderwijs, iedereen vindt altijd onderwijs een mooie oplossing. En er is niemand die echt een soort ideologische oppositie heeft tegen het idee van onderwijs. Hè? Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Het is alleen natuurlijk wel zo, als ik denk aan mijn moeder bijvoorbeeld, die gaat echt niet in een klaskast zitten om te leren over mediageletterdheid. Maar nee, maar heeft er geen zin in. En terecht. Dat suggereer ik helemaal niet. Dat is niet onderwijs. Maar wie moet dit dan doen? Want zijn met z'n allen. Ik bedoel, GTA, dat kan je gewoon kopen in de winkel. Je moet dan een spelcomputer kopen en dan kan je dat spelen. Zo'n spel van Ruur, dat kan je waarschijnlijk als je jou belt, dan heb je dat. Maar hoe zorg je ervoor dat het grootste deel van onze bevolking, van mensen in Nederland, dat tot zich nemen? Wiens verantwoordelijkheid is dat? Is dat van de media, van de overheid? Kan je dat zeggen? Ik denk dat als je goed laat doorschemeren dat dit een vrijwillige interventie is, ja. Dan maakt het mij in principe niet zo heel veel uit wie dat promoot. Of dat nou Google is, of dat nou de overheid is, bijvoorbeeld of het gemeente Amsterdam. Dan is het allemaal hartstikke leuk. Zolang we in het oog houden dat we dit niet als de oplossing gaan zien. Want die neiging is er vaak wel. Kijk, doen we wat aan nepnieuws, want ja, we hebben deze psychologische vaccins. Maar als je daar ophoudt, dan hou je eigenlijk te vroeg op. Dus als ik denk, we moeten gewoon we moeten iets doen, dus dan dit maar. Dat is eigenlijk te simpel gedacht. We moeten iets doen, dus we doen dit. En we gaan ook nog even verder kijken wat we nog meer kunnen doen. Dat is wel een aardig idee. Ja. Maar Jon vindt het dan altijd moeilijk om even op te scheppen over de cijfers die uit zo'n eigen onderzoek naar voren komen. Zo'n spelletje van 15 minuten helpt dus mensen wel 20% beter te worden in het herkennen van die technieken van desinformatie. Dus kijk, dit helpt inderdaad. En tegelijkertijd, het grappige is dus dat je moet de slechterik spelen, maar je mag alle kanten op. Dus er zit ook geen politieke bias in. Dus als je heel erg links bent, dan mag je gewoon helemaal rechts kapot maken. En andersom ook. Waardoor je dus inderdaad een soort neutrale zone creëert waarin mensen wel echt iets leren en het ook nog eens leuk vinden. En ik denk dat onze slecht nieuws, vertaald naar het Engels, was dat dan getbadnews.com. Ja. Die is 1,5 miljoen keer gespeeld nu of zo. Dus we hebben al 1,5 miljoen mensen 20% beter gemaakt in het herkennen van. En puur omdat het er is, omdat het gewoon leuk is, lekker tijdverdrijf. We hebben daar nooit marketing aan gedaan. Dat is wel slecht. Maar en als je zegt inderdaad, wie zou dat moeten doen? De laatste game die we online hebben gezet was Go Viral. Ja. En Go Viral hebben gemaakt in samenwerking met Britse Cabinet Office en de WHO en de VN. En die hebben dat gepromoot als dus inderdaad, wil je resistent worden tegen COVID-desinformatie, speel eventjes dit kleine game. Ik heb een paar vragen en dat is eigenlijk voor jullie alle drie. Roep als je daar geroepen voelt om een antwoord op te geven. Maar Koos vraagt, hoe weet je dat iedereen bij Drog te vertrouwen is? Nou, dat is wel een hele goede vraag. Want op LinkedIn heb je geen controle over wie er bij jouw eigen bedrijf werkt. Dus ik heb geen flauw idee wie er op LinkedIn allemaal bij mij werken. Maar, dus niet. Oké. Jon, hoe weet je dat iedereen die met jou werkt te vertrouwen is? Dat is een verrekkers goede vraag. We zijn natuurlijk allemaal wetenschappers. Hè? Dus als je om ons te wantrouwen, dan mag je dat van mij doen. En dat is namelijk, dat sluit aan bij de volgende vraag van wie. En misschien dat je daar je antwoord op ook in richting kan doen. 100% vertrouwen, kan dat überhaupt? Wat betekent dat? Ja, hij zegt, achteraan komt er dan, is een bepaalde grens bij advocaten, rechters of notarissen even, zijn er beschermde beroepen, dus daar moet je 100% op kunnen vertrouwen. Maar is dat überhaupt iets wat we na moeten streven? Nee, dat vind ik een slecht idee. Kijk, ik ben zelf een beetje van mening dat scepsis op zichzelf helemaal prima is.
Ja. Waar het er maar over gaat. Als jij echt heel graag wil geloven dat het coronavirus niet bestaat, dan mag je van mij daar best sceptisch over zijn. Dat vind ik helemaal niet erg. Waar ik wel een beetje bezwaar tegen heb, is onbuigzame scepticis. Dus als jij geconfronteerd wordt met bewijs in een richting die jij niet leuk vindt, dan is het wel een beetje jouw plicht om dat dan te integreren op een bepaalde manier en te denken van oké, wat doe ik hiermee en is het nodig dat ik mijn mening aanpas? Onbuigzame scepticis. Ja, onbuigzame scepticis, ja. Dat is een beetje een kenmerk van... Onredelijkheid. Ja. Dus als je dit vindt... WHO stelt mij dat dit niet klopt, maar er zal wel iets mis zijn, want de WHO is niet te vertrouwen, want enzovoort enzovoort. Dus dan kijk je niet meer naar het bewijsmateriaal zelf, maar meer naar de bron van het bewijsmateriaal bijvoorbeeld enzovoort. Duidelijk. Ja, ik vind wat ik wel interessant vind, want er staat nou COVID is een hoax als voorbeeld. Hè. Wat ik interessant vind, is dat je ziet dat als mensen eenmaal... Je hebt van die stapjes. Hè? Dus er zijn dingen die gebeurd zijn, maar die je eigenlijk niet kan geloven dat ze gebeurd zijn. Dan heb je dingen die van ja, ik denk dat het niet gebeurd is, maar misschien toch wel. En dan op een gegeven moment kom je in een veld van dingen die eigenlijk niet kunnen. Bijvoorbeeld COVID is een hoax. En dan zie je in één keer dat mensen die dat geloven ook in één keer gaan geloven dat 5G een vooropgezet plan is. Dat de Great Reset aan de hand is. En dat het een groot plan is met de Bilderberg. Dat er een overleg structureel over is. En je ziet in één keer dat China het virus op de markt gebracht heeft bij de Amerikaanse verkiezingen. Was het enige geloofwaardig dat zowel de Chinezen, de Iranese, de Venezolanen en de Midden-Oosten. Matteo Renzi werd genoemd, geloof ik. Dat is toch allemaal logisch? En een datacenter in Duitsland, wat in binnengevallen was door het Amerikaanse leger, stond iemand erdoor. En iedereen geloofde dat, al die dingen in één keer. Als je eenmaal een klein stukje gelooft. Dan gaat in één keer die hele wereld gaat open dat het in één keer allemaal logisch is. Ja. En voor je het weet is de wereld plat. Maar het is fascinerend. Dus maar het is eigenlijk radicalisatie. Ja, maar dan gaat eenmaal een knopje om. Ja. En dan in één keer geloven al die dingen in één keer. Ja. En dan houdt het. Blijkbaar is dat vaccin wat je noemt van nature al een beetje aanwezig. Nou, zal wel relativeren. Maar blijkt dat één ding onjuist is, dan gaat in één keer staat alles op de helling. En dan staat die hele psyche open voor, ja, kom allemaal binnen. Het zal allemaal wel waar zijn, blijkbaar. Dat is fascinerend. Ik weet niet of daar onderzoek naar gedaan wordt, of een verklaring voor is, maar het fascineert me enorm. Je ziet echt mensen radicaliseren in een maand af en toe. En dat het ook zelfs niet meer uitmaakt uit welke ideologische hoek ze komen. We gaan steeds dieper in de wereld van desinformatie en hoe we daarmee om kunnen gaan en hoe we gevaccineerd ervoor kunnen worden. Jon, voor nu bedankt. We komen zo meteen bij je terug. Voor de mensen die inderdaad die foto's aan de achterkant voorbij zien komen. We zijn op pad gegaan en we hebben foto's gemaakt in Amsterdam op straat van verschillende plekken en dingen die op de muur geschreven zijn. Daar komen deze mooie foto's vandaan. Fascinerend inderdaad om te zien wat er overal geschreven wordt. Ook in Amsterdam is natuurlijk de demonstratie op het Museumplein, maar überhaupt ook waar de politie tegenaan loopt met dit thema. Daarover heb ik eerder gesproken met Sander van der Koot. En hij is districtschef van de politie Amsterdam-Zuid, zoals ik al zei. En hij is operationeel leider corona-crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amsteland. Ik vroeg hem, die vraag die ik aan had gekondigd dat ik die vaker zou stellen. Is fake news niet iets heel erg Amerikaans? En laten we daar heel even gaan kijken naar zijn respons. Ja, goed dat je het zegt. En fijn juist om hier te zijn over dit onderwerp te praten. Juist omdat we als overheid natuurlijk dit zien gebeuren. Ook in Amsterdam, ook in onze veiligheidsregio. Nu moeten we denk ik niet vergeten, fake news of complottheorieën soms, dat is er van alle tijden is dat er geweest. De eeuwen door zijn er natuurlijk mensen geweest die in andere feiten hebben geloofd dan dat ze feitelijk waren. Ook in Amsterdam, ik heb het nog eens even nagegaan, zijn we 7 jaar geleden waren we erg druk met dat er op iedere school banga-lijsten zouden bestaan. Het enige wat we nu natuurlijk zien is, dat beseft iedereen zich natuurlijk goed, door sociale media, door de snelheid waarmee dit fake news of andere feiten breed in de samenleving kunnen gaan ontstaan. Dat maakt het tot een heel belangrijk onderwerp om hierover te gaan praten. Waar het vroeger ging van de buurman heeft het tegen de andere buurman gezegd en langzaamaan verspreidde het zich, gaat het nu, kan binnen 3 minuten er een volstrekt niet op waarheid gebaseerd verhaal de ronde gaan doen. En er zullen altijd mensen in de samenleving zijn die ontvankelijk daarvoor zijn. En dan kan je de situaties krijgen zoals de afgelopen weken op het Museumplein. Maar wat kan de Amsterdamse politie daartegen doen? Ik kan me voorstellen dat jullie sociale media in de gaten houden. En dat je misschien ter plekke doe je iets. Maar hoe kan je überhaupt met zo'n lastig probleem als fake news, hoe kan je daarmee omgaan als politie?
Nou, dat is zeker lastig. En wat je zegt, kijk, ik was zelf algemeen commandant ook voor het optreden op het Museumplein in de afgelopen weken. En wat je daar ziet, is dat er soms natuurlijk ook verhalen naar buiten komen die je gewoon moet willen weerspreken als overheid. Omdat je zo ontzettend in een kwaad daglicht wordt gezet, wat zo onterecht is, dat je het wel moet willen weerspreken. En dan gaat het bijvoorbeeld over... we hebben wellicht allemaal de beelden gezien over een oudere man die zou zijn geslagen op het Museumplein, die ernstig gewond is geraakt. Terwijl als wij de beelden terugkijken, we een heel ander verhaal zien. Waar we zien dat iemand niet wordt geslagen door de politie, maar iemand zelf de agressor is richting de politie. En laat me dit ook nog wel even... Dus dan vergelijk je dronebeelden met camerabeelden van nieuwsmedia. Precies, ja. Of we in ieder geval, we zien... want natuurlijk zijn wij als politie ook altijd kritisch op ons eigen optreden. En hadden wij dingen anders kunnen doen? Dus op het moment dat er iemand in de media naar voren stapt en die zegt... ik ben onterecht geslagen door de politie... dan zijn wij de eerste die, vind ik, daar verantwoording over moeten afleggen. Juist als wij, omdat we de enige in de samenleving zijn met dat geweldsmonopolie... moet je iedere keer durven en willen kijken, wat hebben we gedaan? Nou, en dit, precies wat jij zegt. Hadden wij drones boven het Museumplein om zelf ook de operatie goed in de gaten te houden, maar ook juist terug te kunnen kijken van wat is er nou gebeurd. En als we dan naar concreet dit voorbeeld keken, zien wij een heel ander verhaal dan dat het vervolgens in de media terechtkomt. En dan heb je wel de verantwoordelijkheid, ook bijna als politie of als overheid, om wel dingen te weerspreken. Om eigenlijk dit ook aan de samenleving terug te geven. Dit is nu het verhaal wat er opkomt. Een weerloze oude man die is geslagen door de politie. Maar dit zijn de werkelijke feiten zoals wij ze hebben, op basis van de camerabeelden zoals wij ze zien. Dit is het gedrag wat er werd vertoond. Maar dat is ingewikkeld. Om allerlei verschillende redenen. Maar hij gaat nu wel vertellen hoe ze omgaan met dit soort situaties. Dus laten we het tweede deel van het interview gaan kijken. Dat klopt. Wat je hier ziet is een man die willens en wetens de confrontatie zoekt met de politie, die meermaals in alle vriendelijkheid door de politie wordt gevorderd om weg te gaan, maar zelf achter de ME-linie terechtkomt, die zelf tussen de paarden in komt te staan. En hij zelf de aanval kiest richting de politie. En dan de politie die tegen hem moet optreden om bijna omwille van zijn eigen veiligheid hem een andere kant op te brengen. Dus daar zien we niet iemand die weerloos wordt geslagen door de politie, maar zien we een agressor die in alle professionaliteit de juiste kant op wordt bewogen door de politie. Maar hoe kan je daar dan als overheid mee omgaan? Hoe kan je daar een reactie op geven? Want je wordt aangesproken, en ik heb alle recht om negatieve dingen over de politie te zeggen, als ik het niet mee eens ben, dat hebben de buren ook, dat hebben we allemaal over onze overheid, daarom zijn we een democratie, maar jullie hebben ook alle recht om te zeggen, dit klopt niet en dat moeten we weer leggen. Hoe balanceer je tussen de ene kant, ik ben mijn straatje aan het schoonvegen, en de andere kant, ik ben iets aan het corrigeren wat feitelijk onjuist is? Zeker, ik ben echt heel blij dat je dat ook zegt. Ik ben blij dat we in een democratie leven waar je ook kritisch mag zijn op de overheid en ook op het politieoptreden. En dat moeten wij zelf ook als politie zijn. Maar je moet ook als politie durven om soms wel dingen die zo onterecht zijn of zo niet waar zijn vooral, om die wel te kunnen en te durven weerspreken. En dat moet je niet met te veel emotie willen doen, maar echt heel zakelijk en puur op basis van de feiten. Dit is het verhaal wat gaat en dit is wat we doen. Maar je werpt wel een goed ander dilemma op. Waar wij ook altijd nog mee zitten, is dat wij ook nog vaak in de strafvervolging zitten. Dus soms is het ook bewijsmateriaal wat we nog niet eens naar buiten kunnen brengen. En dat is altijd het afweging die we ook nog met het Openbaar Ministerie moeten maken. Is dit het moment dat wij deze beelden of deze gegevens al naar buiten kunnen brengen? En daarin sta je soms dus bijna op achterstand als politie of als overheid. Omdat je iets nog niet kan brengen wat je al wel weet hoe het zit. En ik vind dat we daarin soms echt een stap naar voren moeten durven zetten om toch te zeggen, maar dit laten we niet over onze kant gaan als we zo onterecht in een kwalijk daglicht worden gezet, als we zo onterecht feiten naar voren worden gebracht die niet waar zijn. Dan moeten wij ook de echte feiten durven laten zien. En of dat nou camerabeelden zijn, of dat dat een getuigenverklaring is, dan moeten we die naar voren willen brengen. En juist ook... En wat? Sorry? En juist ook, even gang, we hebben natuurlijk vertraging omdat we via videoverbinding dit doen, maar en juist ook... Nou, ook aan die voorkant. Want jij vroeg natuurlijk van wat kan je daar achteraf doen. Maar ook aan de voorzijde moeten wij als politie en als overheid moet je willen kijken waar gaan mogelijk dat fake nieuws, waar gaat dat ontstaan? En dat is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld. Maar laat me een voorbeeld, in ieder geval een concreet voorbeeld noemen ook van de afgelopen weken van het Museumplein.
We zagen oproepen op sociale media waarin mensen zeiden: kom met je kinderwagen naar het Museumplein toe en doe daar een pop in. En laten we die dan daadwerkelijk voor de politiepaarden gooien. Zodat we beelden kunnen maken waarin de politie, waarin we de overheid laten zien, die kinderwagens met kinderen daarin vertrapt. En op het moment dat je dat dus ziet, dat dit gaat gebeuren, moet je er dus ook tegen willen optreden. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben vooraf concreet gezegd, wij hebben dit gezien. Kom niet met je kinderwagen naar het Museumplein. En dat we samen met het Openbaar Ministerie hadden afgesproken, iedereen die met een kinderwagen komt op het Museumplein waar geen kind in zit of alleen een pop in zit, dan nemen we dat in beslag. Om dit maar te voorkomen dat de politie of de overheid in dit in een kwaad daglicht wordt gezet. Dus hierin heb je ook een signalerende en adviserende functie. Waarbij het alleen heel erg van belang is dat we natuurlijk wel moeten opletten dat je als overheid en als politie, juist degene die onderwerp van het gesprek is, vaak niet de beste bent om de feiten te weerspreken. Want je staat al in het kwade daglicht. Jij bent degene over wie het gaat. Dus daarin moeten we ook een groot beroep doen op de rest van de samenleving. Laat ik commenteren op mijn afsluitende vraag voor dit gesprek is: wat kunnen wij als burgers en wat kan de media doen om dit tegen te gaan? Te zorgen dat er wel de juiste feiten overgebracht worden? Ja, dus daar zit ook een groot beroep vanuit mij, vanuit de politie, juist aan de rest van de samenleving. Als wij hier weerbaar tegenover willen worden, tegenover die alternative facts of tegenover complottheorieën, dan moet je niet dit alleen aan de overheid of aan de politie vragen, maar moeten we als samenleving hier met elkaar weerbaarder op worden. En dat betekent, laat ik het concreet maken, als jij informatie hebt die ingaat tegen een filmpje wat niet klopt of wat niet de juiste context in ieder geval heeft, zorg dat je het zelf deelt op internet. Zorg dat we zelf platforms wellicht gaan starten met elkaar, waarin we wel de juiste informatie met elkaar delen als samenleving. Waarin we dat wel doen. En laat dat niet alleen die taak bij de overheid liggen, want de overheid zal juist degene zijn die zeker door sommige mensen al bij voorbaat gewantrouwd wordt. Dus ook in het feit dat je het weerspreekt. En aan de andere kant wel de opdracht echt aan de overheid en ook aan ons als politie. Op het moment dat wij dingen weerspreken, moet je ook bereid zijn om soms dingen uit te leggen die niet goed zijn gegaan. En daar hebben we natuurlijk niet zo'n heel goed track record op als politie. Kijk naar bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. We proberen dingen wellicht soms zo lang mogelijk weg te houden. Terwijl we moeten ook een overheid zijn die op het moment dat de dingen niet goed zijn gaan, dat we het ook als eerste durven te vertellen. Dat we daarin ook de echte feiten die niet goed waren ook durven te vertellen. Want dan word je ook een betrouwbare overheid op het moment dat je dingen gaat weerspreken juist. Dus er zit een oproep aan de overheid, aan de politie wat mij betreft. Maar ook aan de rest van de samenleving hierin. Sander, jullie zagen het niet, maar de reactie aan tafel was vergelijkbaar toen ik het voor het eerst hoorde van de kinderwagens. Nogal heftig dat dit blijkbaar tactieken zijn, wat we iets verder gaan dan een 1 april grap. Inmiddels zijn meerdere mensen aangeschoven, namelijk Karin den Hertog. Ik zei net Hartog, maar het is den Hertog van de GGD. En journalist Robert van der Noorda. Welkom jullie allebei. Ger en Ruurt zijn nog aan tafel. Ruurt, ja, dit gaat inderdaad dus verder dan een 1 april grap. Ja. En het erge is nog dat is een leuk voorbeeld van die. Of leuk, ik bedoel, het is een heel goed voorbeeld van die kinderwagens. Maar geef mij 10 minuten en ik bedenk nog 10 van dat soort gekke ideeën. Ik bedoel, er is een gigantische hoeveelheid aan mogelijke vormen die je op zo'n plein kan tentoonstellen. Maar als ik dat spel zou spelen waar Jon het ook over hebt, maar jij het ook net over had, dan kan ik bedenken waarom ik dit zou doen. Maar het is wel zo cynisch. Dit kan niet iemand zijn die er echt. Dan moet je echt moedwillig. Wil je dan in dit geval de politie gewoon echt zwart maken? Ja, maar er zijn genoeg mensen. Jammer genoeg. Die daar belang bij hebben. Ja. En wat je ziet, en dat wat Sander denk ik ook zei, en heel kwetsbaar vond ik, er zijn natuurlijk heel veel mensen die de overheid wantrouwen op een bepaalde manier. En ja, de overheid, ja, op verschillende manieren laat het ook af en toe wel zien dat misschien op sommige punten terecht is. Ja. Dus het is ook een. En als je gaat verdedigen tegen iets, dan kom je in een discussie terecht die eigenlijk heel oneerlijk is, eigenlijk. En dat is natuurlijk heel erg. Want vertrouwen is niet iets wat je krijgt zomaar. Vertrouwen is iets wat je verdient. Ja. Dus wat hij zegt is terecht. Hè? Dus de enige manier om hiermee om te gaan, ook als politie, is gewoon zo transparant mogelijk en open mogelijk mee om te gaan. En dan moet je dat vertrouwen verdienen.
Ja. En dan ben je zo weer kwijt op het moment dat je even als overheid een toeslagaffaire meeneemt, zeg maar. Waar we toch net als overheid, dat is het moment dat ik me ook schaam om ambtenaar te zijn, dat je toch even laat liggen als overheid, zeg maar. En dat je niet transparant bent en niet open bent. Want als iets fout gaat, ook fijn, dat gebeurt, kan, ja. Maar wees dan eerlijk over. Dus dat vertrouwen in de overheid is best een dingetje bij dit soort onderwerpen. En het helpt natuurlijk niet als mensen daar nou structureel en best genoeg om dat nog eens even verder de grond in te trappen. Maar dit is wel iets waar ik zelf ook over zou publiceren als ik politie was. Ik bedoel, dit soort... Ja. Die reactie die wij hier allemaal hebben, die wil je eigenlijk ook bij de mensen die al cynisch zijn over de overheid. Dat ze denken, jeetje, gaan mensen echt zo ver om de overheid in discussie? Ja, want je gelooft het bijna niet. Hè? Nee. Als ik mijn moeder zou vertellen, zei, dat verzie je niet zoiets. Dus het zal wel zijn, zeg maar. Dus dat hij dit zo vertelt, dus ik denk, dat zouden we eigenlijk veel meer moeten doen in dat opzicht. Ja, het is heel extreem. Het is echt, nee, ik heb uiteraard dat gesprek eerder met hem gevoerd, niet vandaag. Dus ik wist dat dit eraan kwam, maar... Ja, maar zou mensen die met zakjes bloed op pad gaan, hè, en dan een zakje bloed in hun gezicht duwen voor de camerabeelden, weet je, dat gebeurt gewoon. Ja, het is bizar. Karen, fijn dat jij er bent. Gelukkig kunnen wij het over andere dingen met jou hebben. Jij werkt bij de GGD. Je bent er MT-lid voor Amsterdam-Amsteland. Niet voor heel Nederland. Want er is geen GGD in Nederland, vertelde je me net. En je bent daar onder andere verantwoordelijk voor de coronapreventie. Ja. Welke rol heeft de GGD eigenlijk? Want wij hadden een gesprekje van tevoren. En als ik aan de GGD denk, de rol van de GGD is ook om ons voor te lichten hoe hiermee om te gaan. Ik probeer heel netjes, ik ben ook bij zo'n testraad geweest, heel netjes jullie instructie op te volgen, netjes het foldertje doorgelezen. Maar hoe ver gaat jullie rol? Wat kan ik van jullie verwachten? Waar richten jullie op? Nou, kort samengevat zijn al die verschillende GGD'en verantwoordelijk voor in de regio's waar ze werken, voor eigenlijk alles wat te maken heeft met het bestrijden van de pandemie. Dus de infectie aan zich. En de beeldspraak daarvan is wel eens de... heel traditioneel Nederlands, de rivier met de verschillende dijken. Dus de eerste dijk, dat is de preventie. Dat is, houd 1,5 meter afstand, neem je mondkapje mee. Wat zijn ook weer al die regels, hè? Dan gaan we naar de tweede dijk. Als je klachten hebt, ook milde klachten, laat je testen. Blijf thuis tot je de uitslag hebt. Werk mee aan het begonnen contactonderzoek. En eigenlijk de derde dijk, en bij ons zit de GOR zit in de GGD. Hè? Dat is de hele zorg, het hele achterland, de kliniek, de IC, de opnames. Dus eigenlijk zeg maar dat hele geheel, daar zijn wij binnen deze pandemie verantwoordelijk voor. En daar is natuurlijk sinds dit jaar is daar de vaccinatie bijgekomen. Hè? Wat eigenlijk het middel zou moeten zijn met z'n allen om ook weer langzaam ons leven zoals dat was, zoals dat gaat zijn, weer op te kunnen gaan pakken. Dus heel praktisch eigenlijk? Heel praktisch. En tegelijkertijd, dus ook met heel veel interesse het eerste deel van dit gesprek gehoord. Ja, raakt dit gesprek ons werk natuurlijk eigenlijk dagelijks, hè? Want hoe raakt het jullie? Ik bedoel, kan het invullen, maar... Mensen in de teststraat, die komen daar en die hebben 100.000 vragen, hebben dingen gehoord over dat er materiaal, dat we in die buisjes, waarschijnlijk heeft iedereen het een keer gehad, hè? In het buisje wat met het stokje wat uiteindelijk in je neus gaat, daar zit een beetje vloeistof in om het goede specimen af te kunnen nemen. Dat daar materiaal in zou zitten wat je lichaam ingebracht wordt tijdens het afnemen van een test. Mensen die iemand aan de telefoon krijgen die zegt, joh, je bent in contact geweest met een besmet iemand. Heb je de coronamelder-app geïnstalleerd? Mag ik wat vragen aan je stellen die daar nee op zeggen? Of mensen die... een mening hebben over vaccinaties en dat ons laten weten. En hoe ga je, want nogmaals, we hebben net ook al besproken, meerdere keren besproken, je mag meningen hebben, gelukkig in de democratie. Dat is de kern. Maar hoe onderscheid je dan, hoe onderscheid je dan de mening van de feiten? Hoe ga je dan als GGD met dit soort berichten om? Wat kunnen jullie doen? Nou, wat we eigenlijk vanaf het begin heel erg proberen te doen is om in ieder geval te zorgen dat de informatie bij ons in de regio voor iedereen begrijpelijk is. Ja. Volgens mij hebben we allemaal wel eens op dinsdagavond op je telefoon naar dat nieuwe factsheet van de overheid gekeken en gedacht, wat mag ik nou precies wel en niet? Nou, hè, samen met de collega's van de veiligheidsregio proberen we dat in hele simpele pictogrammen terug te brengen, in allerlei talen te vertalen, WhatsApp-filmpjes te maken, zodat we weten dat het eigenlijk alle inwoners in onze regio bereikt. Ook diegenen die minder taalvaardigheden hebben of minder goed uit de voeten kunnen met tekst.
We zorgen ervoor dat de collega's die contact hebben, of dat nou aan de telefoon is op zo'n testlocatie, op een vaccinatielocatie, dat die antwoorden hebben op vragen die mensen hebben. Ja. En we proberen heel erg overal waar partijen zeggen, hey, we hebben in dit buurthuis een groep mensen, of een religieuze leider zegt, ik heb heel veel discussie bij mij in de kerk, een zorginstelling die zegt, er zijn heel veel vragen, een school. Daar gaan we mee in gesprek. En dan gaan we eigenlijk hetzelfde als wat jullie ook net zeiden. Hè? We gaan niet in discussie over datgene wat gezegd wordt. We proberen daar feiten tegenover te stellen. En heel erg met elkaar het gesprek aan te gaan. Zaken te ontkrachten, er feiten naast te zetten. En ook vooral te achterhalen van, hé, wat zit er nou onder? En wat heb je nodig? Dankjewel. Robert, jij bent journalist. En je bent propaganda-expert. Zo werd je in ieder geval bij mij aangekondigd. Hoe word je propaganda-expert? Nou, dat begon eigenlijk toen ik in 2014 eens begon te roepen dat ik nepnieuws zag. Want toen woonde ik in Rusland, in Moskou. En daar ging die propagandaknop om. Dat was eigenlijk simultaan met het moment dat die protesten op Maidan in Kiev begonnen. Mm-hmm. Ik heb al vanaf 2004 in Oekraïne en Rusland gewerkt. En ook jaren in beide landen gewoond. En dat lijkt ergens heel erg op al die oude Sovjet-propaganda. Dus in 2014 toen riep ik van... En ik zag het ook eigenlijk in andere landen wel komen. Waaronder, jammer genoeg, ook Nederland. Dus, je zag dus de patronen die je eerder herkende, zag je steeds vaker terugkomen. Die zie je dus nu ook hier terug. Ja, dat is nog zo'n liefelijk woord van populist. Maar in sommige gevallen kan je daar beter zeggen van hele zware leugenaar bij sommige mensen. Ik zal geen namen noemen. Maar er is ongelooflijk veel nepnieuws. En men ziet ook dat het werkt om daar bevolking mee te beïnvloeden. Je kan hele democratieën afbreken. Ik denk dat Hongarije daar een interessant voorbeeld van is. Mm-hmm. En als je ziet wat er in Amerika allemaal gebeurd is onder Trump, dan is dat eenzelfde voorbeeld. En wat er in de Brexit gebeurt, lijkt er ook heel erg op. En nu denk ik dat het moment gekomen is dat je zelf ziet dat er doden kunnen vallen. Ik bedoel, door niet op te volgen wat we aan coronamaatregelen hebben, kunnen mensen letterlijk doodgaan. Of een bestorming van het Capitol waar 5 doden waren. Onder een hoop propaganda. Ik denk dat overheden dat ook wel beginnen te beseffen. Dat het nu wel erg ver gaat. Maar hoe kan je als journalist daarmee omgaan? Want als je dus ik heb een beroep ervan gemaakt. Wat zeg je? Ik heb gewoon mijn beroep ervan gemaakt. Ja. Dus ik ben eigenlijk gewoon gaan onderzoeken wat Russische trollenlegers en dat soort propagandacampagnes doen. Ik ben niet zozeer geïnteresseerd in die losse individuen. Die dus, iedereen mag ventileren wat hij wil. Daar leven we voor in een democratie, zoals je zelf ook al zei. Maar ik was juist geïnteresseerd in die hele grote beïnvloedingscampagnes. En ik denk dat de bekendste... En dat zit helemaal niet in de politieke hoek. Maar ik denk dat dat voor een hoop Nederlanders wel een eye-opener was. Ik ben al eens een keer maanden bezig geweest met een zanger die heet Dotan. Om daar het hele trollenleger van op te graven. Het kostte me maandenlang om te bewijzen dat hij het zelf ook was. Daarom duurde het zo lang. En ik denk dat toen iedereen wel dacht van, oh, wacht eventjes. Zelfs een bekende Nederlander kan kennelijk jarenlang, had hij 10 jaar lang, had hij dat lopen doen. En ik denk dat dat in die zin, ik was eigenlijk helemaal niet zo enthousiast om over een zanger iets te doen. Maar ik denk dat het als eye-opener voor de bevolking wel interessant was, dat men kon zien dat eigenlijk iedereen het kan en dat je dat ook niet zo gauw zou verwachten. Ja, maar als je dan dus compleet alternatieve feiten, om dan die term te gebruiken, zoals de verkiezingsuitslag in de VS, maar ook inderdaad de coronapandemie, wat kan je nog doen op het moment dat mensen zeggen dat de Volkskrant bijvoorbeeld gewoon vol met leugens staat? Dan is het dus inderdaad structureel laten zien waar je bronnen vandaan komen. Structureel het journalistieke werk blijven doen. En inderdaad wat jij net aanschrijft. Daar blijft iets liggen. Kijk, wat ik heel bijzonder vind aan die nieuwe Amerikaanse president, die Biden, is dat hij probeert die verbinding weer te zoeken. En ik denk dat het enige is wat je kan doen. Dat is een initiatief wat mist. Je zou eigenlijk op de een of andere manier iets moeten doen, maar dat is niet, denk ik, mijn taak helemaal specifiek als journalist. Al zou ik daar op zich wel graag aan mee willen helpen. Ik heb wel mensen gehad die mij probeerden onderuit te halen, waar ik gewoon een gesprek mee aangegaan ben, die uiteindelijk toch toe moesten geven dat het wel klopt. Dus het lukt wel. Maar dan praat je over individuen. Je zou eigenlijk iets moeten hebben, en ik denk dat je dat alleen met z'n allen kan, om dat gesprek aan te gaan en die mensen gewoon te laten zien van dit klopt niet wat je denkt. En er is vast een deel bij wat je nooit zal bereiken. Mm-hmm. Ja. Maar ik denk dat je dat moet. Ik denk dat je die verbinding weer op zou moeten zoeken. Ik herken dat heel erg. Mooi wat je zegt. Wat ik net zei, we krijgen dus ontzettend veel verzoeken om
webinars te organiseren, om online Q&A's te doen. We proberen daar eigenlijk altijd zelf een dokter of een verpleegkundige neer te zetten. Omdat toch voor heel veel mensen het echt ook medische vragen zijn. En mensen dragen ze hebben bij ons geen witte jassen aan, maar wel een witte jassen status. Maar wat we ook steeds meer doen, is ook train de trainer. Dus dat we ook artsen die niet bij de GGD werken, die niet per se infectieziekten als vakgebied hebben, maar wel zeggen van jongens, help mij eens op een bepaald niveau te komen en dan vervolgens dat ook te verspreiden. En we merken dan, we hebben sessies gedaan met imams, met religieuze leiders in Zuidoost, waarbij mensen met eigen rolmodellen, met eigen sleutelfiguren in gesprek konden gaan en van hen ook de informatie terug konden krijgen. En ook echt konden zeggen, ja, maar die zegt dit en dit. En wat is daar dan niet waar aan? En dat de aandacht, het gehoord worden, we merken dat mensen dat ontzettend belangrijk vinden. En ik wil niet zeggen dat iedereen daarna alles gelooft, maar ik geloof wel dat mensen dan een beeld, in ieder geval weer het beeld hebben van verschillende werelden naast elkaar. En ook misschien een volgende keer scherper kunnen kijken, hey, iemand zegt nu dit, maar hoe moest ik ook weer ook die andere informatie daarnaast leggen voor mezelf? We hebben inderdaad in dat kader, hier in Amsterdam trouwens, met een organisatie gedaan, Diversion, hebben we peer education inderdaad gecombineerd met onze games. Om dus inderdaad in de klas en met mensen. Allochtone jongeren hebben al moeite met media, omdat ze over het algemeen altijd al negatief gepresenteerd voelen daarin en zo. En dan die connectie leggen is dan heel belangrijk inderdaad door dat met iemand waarmee je kunt levelen. Maar wat ik heel belangrijk vind om nog even opmerking aan Roberts werk vast te maken, van wat kun je dan inderdaad vanuit de journalistiek doen en hoe heb je daar invloed op, is dat die mensen die inderdaad wel openstaan tot inderdaad eigenlijk een 180 graden draai, dat niemand wil gemanipuleerd of bedonderd worden. En deze mensen hebben dan over het algemeen het idee, als ik heel sceptisch ben en ik heb overal kritiek op, dan ben ik dus bezig en dan wordt niemand bedonderd mij. Nee. Maar wat Robert kan, is mensen eigenlijk de systematische bron blootleggen van op deze manier ben jij ooit gemanipuleerd. En ik zeg niks over of dit dan waar is of niet, maar als je dus ziet dat inderdaad zo'n heel trollenleger van Dothan iets heeft gedaan, dan kan Dothan eigenlijk niet zeggen, ja, maar dat is niet waar. Die kan dan eigenlijk, en mensen denken dan, oh joh, dat is inderdaad een heel systeem wat erachter zit. En dan kunnen mensen het accepteren. Wat iets heel anders is dan zeggen, Alle berichten die trollen hebben gezegd van Dothan, die zijn niet waar. Want dan willen mensen het nog niet accepteren. Dat is enorm complex. En dat is waarom Robert de enige is die dat goed kan. Ja, je denkt toch alleen maar als in dit geval dat iemand ook zijn fout gaat toegeven, zeg maar, inderdaad. Ja. Wat je zegt. Hè? Dat is natuurlijk, nou ja, als je er niet meer aan kan ontkomen, inderdaad. Nee, maar natuurlijk bij de overheid is dat wij zeggen vaak, we moeten het nog beter uitleggen, zeg maar. En niet van, ja, misschien hebben we het verleden wel fout gedaan, zeg maar. Ik bedoel, RIVM die in februari zei, joh, maak je geen zorgen, niks in de hand, et cetera. Nou ja, achteraf klopt dat gewoon niet, maar niemand die dat even zegt, joh, sorry, we zaten fout, zeg maar. Nee, ja, uitleggen waarom je toen fout zat, zeg maar. Toen voor heel veel Nederlanders dat een reden is om het instituut niet meer te vertrouwen. Het is best heel heftig eigenlijk. Ja. Dus het is ook de dialoog. Jullie doen het bij de GGD heel anders, zeg maar. Jullie zijn veel opener en luisteren ook, vind ik, veel beter. Dan dat je zegt, we gaan het nog beter uitleggen. Want dat is een hele reflectie die je vaak ziet bij de overheid. We moeten het nog beter uitleggen, want we hebben echt wel gelijk, heus. En dat werkt ook weerstand op dan natuurlijk. Dus het is ook een combinatie van hoe je in dit soort gesprekken staat, volgens mij, wat jij ook zegt. Maar minister Ollongren zei ooit van, ik vind het echt een rol voor de media om dit soort disinfo, propaganda dingen op te graven. Maar ik vond me toen, een paar jaar geleden, als journalist nou niet echt goed uitgerust om dit te gaan doen. Dus ik heb met een van mijn beste vrienden, Richard, zijn we uiteindelijk maar een softwarebedrijf begonnen. Ja. Uit een soort ternauwe nood om dan nog naar een hoger niveau te kunnen tillen. En nu doen we dus, samen met Drog mogen de verkiezingen monitoren in Nederland. Samen met gemeenten. Hoe ga je dat doen, Ja, dus daar halen we dus echt georganiseerde campagnes, de trollenlegers, dat soort dingen halen we eruit. We kijken niet naar individuen. Mm-hmm. Dat is denk ik, want ik help gemeente Amsterdam ook met onderzoek naar propaganda. Ik denk dat het belangrijkste is. Het is geen witch hunt naar personen. Dus je kijkt naar grote patronen en wat daar speelt. En dan zou je bijvoorbeeld ook naar een, dat heb ik ook veel gedaan trouwens de afgelopen jaar, kijken naar wat er allemaal voor disinfo bijvoorbeeld op coronagebied rondzinkt.
En sommige van die dingen kunnen echt serieus een probleem zijn. Ook voor het verstoring van de openbare orde. Als mensen allemaal, dat is allemaal onzin, we gaan de avondklok negeren. Ja, dat gaat natuurlijk inherent leiden tot geweld met politie. Want dan probeert de politie er wat aan te doen, die mensen weer naar huis te sturen. En dan gooit er maar één keer een steen. En vervolgens heb je echt een probleem. En die patronen zijn dan dus bijvoorbeeld, hè, dus dat je, dan gaat het dus niet over de inhoud, maar bijvoorbeeld over deze accounts zijn allemaal aangemaakt op dezelfde dag. Of al deze accounts gebruiken allemaal een fake profielfoto die we al eerder hebben gezien in een andere dataset. Mm-hmm. En dan kun je dus inderdaad, zonder dat het ook maar iets over de inhoud gaat, kun je die patronen aanduiden. Dan bijvoorbeeld zo'n Russische beïnvloedingscampagne zou dan omhoog poppen, omdat er dus inderdaad, die accounts moeten, die legers, die trollenlegers moeten gecreëerd zijn. En daar kun je dingen in herkennen. En dat is super professioneel tegenwoordig, hè? Want dat doe je soms, maken ze profielen die waar gewoon een jaar of twee jaar lang een profiel wordt gemaakt uiteindelijk. Ja. Echte vrienden, nepvrienden en yoga-filmpjes. Heel professioneel. Maar dat is dan dus niet gebaseerd op, dat is niet te herkennen aan het feit die zijn heel links of die zijn heel rechts of die zijn heel whatever. Die systemen zijn ongevoelig voor politiek. Die kijken alleen maar naar patronen. Over het ondermijnen en het trollen, letterlijk. Nou, laatst was er zo'n GroenLinkser in Zeist. Die noemden ze de Dotan van Zeist. En die had ook een hele serie van die accounts aangemaakt. Maar dat was iemand uit de GroenLinkshoek. Dus het is zeker niet alleen rechts. Alleen daar zie je dan toevallig wel iets meer. Dus er zijn wat meer voorbeelden van. Maar die systemen zijn, ja, die kijken daar niet naar. Die kijken alleen maar van, hey, we zien iets viraal gaan. Of we zien een bepaalde handle van iemand, een bepaald account enorm gementioned worden. Of hey, we zien 100.000 nep profielfoto's. Die computersystemen die kunnen zo van 100.000 accounts de profielfoto's checken. Dat hoef ik niet meer handmatig te doen. Hier sluit de vraag van Bastiaan bij aan. Wat heeft de ontzuiling hiermee te maken? Sorry, de wat? De ontzuiling van onze samenleving. Nou ja, goed, als mensen die basis, vooral die kerk, een beetje kwijtraken en heel lang over allerlei zuilen gaan hebben. Maar ik denk dat heel veel mensen toch moeite hebben ergens met de enorme informatiestroom bijhouden. Wat wel en niet waar is. Ik bedoel, even lomp gezegd, ik ben ergens in de begin jaren 70 geboren en ik kon vrij op straat spelen en een beetje indiaantje spelen en een soldaatje en zo. En er was geen social media en zo. En ik zie dat nu ook aan mensen, zeker in dat isolement zie je dat nog veel erger. Dat, zo'n maatschappij is best wel complex geworden. Er komt ongelooflijk veel op je af. Aan de ene kant wordt die telefoon helemaal vol gewhatsappt en dan heb je nog andere social media met berichten, telefoontjes. Je kan niet meer normaal naar buiten lopen met iemand te praten. En er is ontzettend veel info, die factor info. We krijgen nu meer info in een dag soms dan sommige mensen vroeger in een jaar kregen. En dat maakt het voor mensen denk ik heel moeilijk. Dus het heeft meer te maken met inderdaad het schriften van al die informatie die op ons afkomt en hoe moet je daarmee omgaan? Ik denk dat dat een hele grote rol speelt, ja. En ook de toegankelijkheid natuurlijk, hè, van informatie. Ja. We zijn natuurlijk, en volgens mij, heel veel partijen doen dat niet per se expres, maar de gemiddelde krant, de gemiddelde talkshow, dingen die je op websites, op vlogs langs ziet komen. Er komt ontzettend veel hoogspecialistisch niveau, veel termen. Dus het is ook mensen die wat minder taalvaardig zijn, die wat minder in die wereld zitten, kunnen ook heel snel overtuigd worden. We zien ook dat veel van de informatie waarvan wij feitelijk denken, dit herkennen we niet helemaal, heel stevig gebracht wordt. Ja. Waardoor het dus non-verbaal heel erg, je eigenlijk gewend bent om dat non-verbaal te vertrouwen. Ja. En je dus heel stevig in je schoenen moet staan, moeilijke woorden moet afbellen om te denken van, klopt dit nou eigenlijk echt? Dat het ook misschien wel makkelijk is om te denken, oh nee, deze persoon heeft het allemaal uitgezocht, dat zal dan dus wel. Je hebt die twee, de Brits-Nederlandse denktank die vast had gesteld. Precies, dus, ja. En daarnaast ook het hele persoonlijke, het hyperpersoon. Dus ik spreek even een audiobericht in. Ik heb net met mijn neef gebeld, die werkt bij de politie en die heeft net gezegd dat er een echte lockdown aankomt en iedereen die op straat lopen met rubberkogels zo meteen beschoten kan gaan worden. En dat dan gewoon, dat en mensen vertrouwen dat omdat het voelt alsof het een persoonlijke connectie is. Dus je hebt inderdaad dat hele hoge en het hele lage. We zijn zo aan het einde van het gesprek bijna, maar ik niet voordat nog. Wat ik in mijn hoofd heb is het idee van, je hebt dus mensen die we kunnen vaccineren voor desinformatie. Je hebt mensen die gevaccineerd zijn voor desinformatie, maar er zijn ook al mensen die, maar of je 100% gevaccineerd kan worden, hè? Dus ja, precies. Ja, dat was ook net een net vraag. Net als met zo'n virus, hè? Ja, precies. Muteren. Nee, maar ik ben me bewust dat ik hem heel erg plat sla. Maar je hebt ook natuurlijk de categorie, je gaf het al aan, die je niet kan bereiken. Ja. Enerzijds die bewust denken van, oké, we gaan echt trollen. We nemen gewoon die kinderwagens mee om dat beeld maar te laten zien. En anderzijds
die er echt heel diep in te geloven. Is het dan zo? Want hoe kan je daarmee? Kan je überhaupt die laatste groep? Kan je er nog iets mee? Of is het, moeten we het echt gewoon vergeten? Ik weet niet wie of er iemand anders. Ja, ik zou zeggen, wat ik net ook al zei, van je kunt in ieder geval met 10% beginnen. En dan, dan zou ik in ieder geval die als laatste prioriteit. Maar... Dus we moeten ons geen zorgen maken dat we niet iedereen kunnen bereiken. Even daar een vraag over misschien. Hè? Ja. Want het is de. Als je dan kijkt naar geschiedenisboeken, dan zie je in Engelse geschiedenisboeken en Nederlandse geschiedenisboeken een heel ander verslag van dezelfde zeeslagen, zeg maar. Zeker. De Engelsen hebben net even iets vaker gewonnen. Michiel de Ruiter bleek niet zo zeeheld te zijn in Engeland, zeg maar. Ja. En dus daar zit hij. Een van de twee klopt niet helemaal, zeg maar. Want ergens ging een schip zinken. Dat zie je nu natuurlijk ook nog best wel, zeg maar, denk ik. Hoe weet je nou wat daarin te vertrouwen is, dat is natuurlijk best ingewikkeld. Hoe label je dat? Hoe ga je daarmee om? En de enige manier is dan een soort consensus in te bereiken waarschijnlijk. Maar ik ben echt wel op zoek naar, als je gewoon als argeloze burger, bijvoorbeeld, je woont in Amsterdam en je kijkt eigenlijk alleen maar Turkse tv-zenders. Er zijn er best veel van. Die hebben echt een ander beeld van Amsterdam dan de mensen die elke dag AT5 of RTL-nieuws kijken. Maar woon je dan niet effectief niet in Amsterdam? Nou, zou kunnen. Maar die mensen bereiken is best lastig via AT5 en via RTL Nieuws. En die hebben ook echt een ander beeld van hoe Nederland werkt, hoe de samenleving werkt. En ik wil niet eens zeggen dat is natuurlijk, daar vind ik van alles van. Maar ook in Nederland zitten wij natuurlijk in een bepaald ritme. En als je van buitenaf kritisch naar kijkt, is het best ingewikkeld. Dus hoe zorg je ervoor dat je naar die kritische blik versus de consensus van wat is waar houdt? In Finland zit het heel sterk, al van heel jongs af aan, in opleidingen, lesgeven en zo verweven. Veel meer dan hier. Waar heel indrukwekkend om te zien, Finland. Finland. En die hebben natuurlijk ook wel een ervaring met Russische inmenging door de jaren heen. Ja. Dus het is inderdaad gewoon onderwijs. Maar hoe onderwijs is het dan? Of het is van heel jongs af aan. Dus echt gewoon kinderen. En dan ook echt doorgaan tot de universiteit. Niet stoppen bij van we doen het één keer in de eerste klas van. Of de eerste groep, whatever. Van een lagere school. Maar gewoon echt. Het gewoon een standaard onderdeel laten zijn van je opvoeding. Kritisch bevragen, altijd alles te twijfel stellen en dan pas je conclusies? Ja, er stond last vanochtend nog een artikeltje van VMBO-leerlingen. We waren niet helemaal op de hoogte of we nou in een democratie leven. En toen dacht ik van ja, maar goed, dat is dus ook iets wat kennelijk dan minder meegenomen wordt. Altijd weer vergeleken met mensen die op VWO zaten of zo. Er was een enorm verschil tussen. Maar goed, dan gaat er dus iets in je. Dat ligt niet aan die mensen, dat ligt aan die les. Dus dan wel maatschappij leren als eerste in ieder geval terug op het curriculum. Ik zou echt heel zwaar zijn voor aanpassing van je lesmateriaal en dat beter doen. Objectief, controleerbaar. Bedankt. We gaan naar de laatste ronde. En dat is, ik heb nog één vraag van Jim die zegt: willen jullie dat de overheid meer zou kunnen doen om desinformatie te bestrijden? Ben je er anders over gaan denken over? Over dit antwoord op die vraag, Ger, door dit anderhalf uur gesprek. Nee, ik wil wel dat een overheid krachtig genoeg is om uit te leggen wat volgens hen goed is en de bedoeling is, zonder dat je daarmee zegt wat fout is, omdat andere mensen een andere mening hebben. Hè. Dus ik vind de manieren waarop je je boodschap kan laten zien van hey, dit is feitelijk, dit klopt, dit is de data, dit is zoals we bekeken hebben en daar transparant over zijn, die redenering. Daar moeten we eigenlijk veel beter in worden. En ik vind dat wat we met de GGD doen, is dat heel goed. Heel veel andere onderwerpen doen we gewoon erbij en dan doen we dat veel minder. Dat betekent ook fouten toegeven en daar beter in worden. Ja, is denk ik super relevant. Wil je een collectief systeem in stand houden? Voor de eigen communicatie. Ja, hoe ga je om met geluiden die impact hebben op de openbare orde of op de gezondheid, et cetera? Hoe ga je daarmee om? Het is niet. Alleen maar, en de andere kant denk ik dat je juridisch moet gaan kijken. De mensen die dat vind ik ook echt erg staatelijk, moet je gaan kijken. Niet het overlaten aan de platformen. Maar je moet ook gewoon juridisch instrumentarium gaan maken van mensen die bewust op schaal de orde proberen te verstoren. Ja, ik denk tegelijkertijd, eigenlijk volgens mij kun je het vergelijken met cybersecurity 20 jaar geleden. Ja. Daar was nog niet iets. Niemand wist wat je daarmee moest. De overheid wist ook niet wat ze ermee aan moesten. En dat is gewoon in 20 jaar een industrie geworden waar en de overheid weet wat ze moeten en faciliteert, zodat de bedrijven daar dan weer in kunnen springen om oplossingen te bieden. En volgens mij is dat, als je kijkt naar inderdaad wat zou een overheid moeten doen binnen het hele speelveld, faciliteren. Duidelijk. Mooi. Jon, nog even naar jou als laatste vraag. Je hebt natuurlijk in dit gesprek nu gehoord. Hoe is dat eigenlijk in Engeland met de GGD? Een vergelijkbare organisatie. Hoor je daar dezelfde soort verhalen daaromheen als je nu hier hoort? Is dit herkenbaar wat je hoorde, Jon? Ja, behoorlijk eigenlijk. Dat is toch wel schokkend. Ik moet dit zelf eigenlijk nog een keertje gaan doen. Dat heb ik nog niet gedaan. Maar je kunt je dus opgeven als vrijwilliger bij de NHS om te helpen bij het vaccineren. Mm-hmm. Dan moet je stoelen schoonmaken, desinfecteren en zo de hele dag, dat soort dingen.
Maar kennissen van mij, vrienden van mij, die hebben het wel gedaan een paar keer. En die melden ook elke keer dat ze toch heel veel mensen tegenkomen die dan gaan schreeuwen over vaccins en dit en dat. En ja, dat is een serieus probleem. Desalniettemin denk ik ik ben toch best onder de indruk eigenlijk van hoe de Britten het hebben aangepakt, die vaccins. Dat is nu al 25 miljoen bijna mensen gevaccineerd. Veel hoger tempo dan bij ons inderdaad, maar ja, is een heel ander gesprek. Anderhalf keer Nederland, zeg maar. Grotere beschikbaarheid, hè? Grotere beschikbaarheid. Ja, nee, ja, als wij die vaccins hebben, dan zitten we er heel snel in. Zeker weten. Dus, maar dat is ook vooral een heel ander gesprek. Ja, maar goed. Dat is het. En Jon, en wat ga je nu doen? Wat is het volgende punt waar je op gaat richten? Of ben je nog voorlopig behoorlijk druk met dit thema? Nou, we zijn ons eigenlijk aan het richten op kijken hoe ver je deze hele vaccinatie-metafoor, psychologische vaccins, nou kunt doortrekken. Ja. Dus we gaan nu de komende paar jaar ook samenwerken met de Britse en Amerikaanse regeringen. Om te werken aan een soort groot onderzoeksprogramma hierover. En met name om te kijken hoe kun je nou die twijfel over vaccinaties op grote schaal verminderen. En het is dus niet alleen als het gaat om psychologische middelen, maar ook dat je kijkt naar, oké, in hoeverre is het nou mogelijk om te voorkomen dat mensen in van die echokamers terechtkomen, bijvoorbeeld. Ja. Want ik heb de discussie ook een beetje gevolgd en dat is ook wel een beetje mijn indruk van, in plaats van dat we gaan kijken hoe kunnen we mensen die al helemaal overtuigd zijn dat corona niet bestaat, weet ik veel, hoe kunnen we die nou weer converteren naar een wat minder beledigend gezichtspunt, laat het zo zeggen. Ja, dat is één ding, dat is waarschijnlijk heel moeilijk. Hè? Want die mensen die in Jonestown zaten, die krijgen je ook niet zomaar weer terug op de rails. Mm-hmm. Hè? Dus dat is heel lastig en dat vergt heel veel tijd, heel veel moeite, heel veel investeringen. Maar wat je in principe wel kan doen, is dus hopelijk voorkomen dat mensen daar überhaupt terechtkomen. Ja. Voorkomen is beter dan genezen. En dat is dus niet alleen een psychologische vraag, maar dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld het businessmodel van Facebook en Instagram en Twitter en zo. Want als het blijkt dat wat jij op je tijdlijn te zien krijgt, op Facebook bijvoorbeeld, wat in principe bedoeld is om jouw ogen naar advertenties op Facebook te dirigeren. Als dus blijkt dat dat proces en het proces van het langzaamaan in een echokamer terechtkomen met elkaar overlappen, dan is het misschien tijd om daar ook even over na te denken. En niet alleen als zijnde Facebook, want Facebook verdient daar natuurlijk heel veel geld mee, maar als samenleving, als overheid, als bedrijfsleven enzovoort, dat we gaan kijken, oké, misschien is een goede oplossing wel een oplossing die Facebook heel veel geld kost. Nou, oké, misschien is dat dan wel het overwegen waard. Nou, gelukkig kunnen we er nog heel vaak met elkaar over van gedachten wisselen en zijn er plekken zoals deze en gesprekken zoals deze om daar dieper in te gaan. We zijn nu door de tijd heen, maar Jon Roosbeek, heel veel dank voor je wijze woorden. Karen, jullie gaan natuurlijk gewoon door. Je zei net al inderdaad, vaccinaties gaat lekker als we gewoon voldoende beschikbaar hebben. Nou, dat is ook weer het rechtzetten van informatie. Is dat meteen heel goed. Heb je nieuwe dingen gehoord vandaag? Nou, wat ik mooi vind, is de bevestiging dat het dus echt ook bij dit probleem, ik herkende de causal loops heel erg die jij eerder liet zien, hè, op al die verschillende niveaus nodig is. Hè. Het werk wat eigenlijk iedereen die hier vandaag was doet, dat ondersteunt ons in dat één-op-één contact met mensen die in een rotperiode ook heel veel zorgen hebben en daar ook gewoon echt het gesprek over aan willen gaan. En tegelijkertijd kunnen wij natuurlijk ook weer ons kleine steentje via die gesprekken bijdragen aan dat grote discours. Ja. Dus volgens mij ook echt belangrijk dat we met elkaar ook telkens die puzzel weer op al die niveaus leggen. Want alleen maar bovenover, of alleen maar dat grassroots werk, je hebt het allebei nodig. Dankjewel. En ook fijn dat je vandaag bij ons kon zijn en dit kon vertellen. Heel veel genoegen om weer eens zo dit deel van ons en op goede afstand van elkaar. Precies. En ook voor jou, Robert. Ja, bedankt dat je er was. En je hebt volgens mij mooie dingen aangegeven. Klinkt wel als verdomd veel werk wat je nog moet doen. Het is wel druk de laatste maanden, ja. Ja. Maar goed, we zijn wel meer mensen aan het aannemen. Dus langzamerhand wordt het beter. Ik werk samen met Ruurt. Dus, hoe kunnen we je helpen? Met z'n allen.
En gewoon bij beginnen en gewoon... Ja. Nou ja, in ieder geval wat je kan doen bij die... Als je iets raars ziet in het kader van de verkiezingen... is je kan het melden. Dat is in ieder geval iets wat ik elke persoon, burger... of wie dan ook mensen voor overheid, politici kan aanraden. Waar kan ik het melden? Het kan via forensicjournalism.eu. NL is het wel, NL. Forensicjournalism.nl. Of kieskijker. Die laatste klinkt iets beter te onthouden. Ja, kieskijker.nl. Laten we die gooien erin. Ja. Maar dankjewel dat je er vandaag was en dit hebt willen vertellen. En Gerrie Ruurt, we zijn aan het einde van het gesprek. Ik hoop dat het helderder is geworden voor jullie en voor de mensen die ook gekeken hebben. Ik weet niet of iedereen die achtergrond ziet die we hier hebben, zeg maar. Maar net was diezelfde post, alleen was het onderste stukje afgescheurd. Ja. Dus er stond alleen viruswappies, neonazies, kanon, oprot uit Amsterdam. Dus ik dacht, dit is nou een stukje fake news van pakken ze zwijgen, wat we hier aan het doen zijn. Nee. Maar jullie laten ook de hele post, dat was toevallig dat hij afgescheurd was. Dit is onderdeel dus inderdaad van ons. Wij doen zeker niet aan fake news, tenminste proberen niet aan fake nieuws te doen. Maar dat is inderdaad het resultaat van van die linker is ook echt heel grappig. Ja, het is echt een goudmijn aan mooie beelden die over de stad zitten. Ook heel veel 5G-stickers. In ieder geval voldoende stof om nog over door te praten. Wij zijn nu door onze tijd heen. Maar op 19 april zijn we weer terug. Gaat de meetup ook weer, de Cyber Meetup doorpraten, dan over phishing. Kan iemand ineens een uitleg wat phishing is? Ja, de vissen, gewoon dus inderdaad van vissen. Maar phishing dus inderdaad dat je mail krijgt en dat je... Het zijn allemaal verschillende typen van phishing, hè? Maar het is dus inderdaad... Catfishing. Het is eigenlijk... tenminste, de interessantste vind ik dan eigenlijk is heel gericht... eigenlijk desinformatie verspreiden op zo'n manier dat het eruit ziet als een zakelijke e-mail. Dat is dus de mail van de bank. Je moet nu je pincode invoeren. Maar je ziet ook inderdaad natuurlijk catfishing op Facebook, nep-accounts... en dan vrienden zoeken van een persoon, et cetera. Volgende keer gaan we daarover doorpraten. Lichte kost. Zeker. Ik ben in ieder geval heel blij dat we met jullie allemaal hebben kunnen praten. Bedankt voor de verdere vragen die binnenkwamen. En tot een volgende keer. Tot ziens. Thanks. Dag. Hoi. Thank you.